Moeten virologen en infectiologen een toontje lager zingen? 111 academici en opiniemakers pleiten voor andere experten om het COVID-beleid uit te tekenen. Over en out voor Djokovic. Geen Australian Open, zegt rechter voor de nummer 1 van het tennis. Stromae zingt over donkere gedachten en dat raakt bij veel jongeren een gevoelige snaar. En wat gaat de politiek doen aan onze energiefactuur? Welke mogelijkheden zijn er allemaal? Wat zijn alle mogelijke opties? En uiteraard is daar een van, die verlaging van die BTW. Ten eerste, het moet gaan over tijdelijke maatregelen. Ten tweede, het moet gaan over doelgerichte maatregelen. Maar derde element, en ik ben blij dat toch een aantal in de tussenkomst dat vermeld hebben, is ook wel duurzaamheid voor de overheidsfinanciën. Goedemorgen en welkom bij de zevende dag. Over onze energiefactuur debatteren we hier straks met meerderheid en oppositie. Maar eerst ook eens bespreken met onze eerste gasten van vanochtend. Goedemorgen, mevrouw Almaccia, voorzitter van Groen. Gisteren nieuwjaarstoespraak. En ook ja, de energiefactuur kon daarin niet ontbreken. Ook uw kiezers liggen daar wakker van. CD&V en Vooruit, die willen voluit gaan voor die BTW-verlaging. De PS die wil een energiecheck van een €200... Jullie lijken daar nu ook voor gewonnen. Hè? Jullie willen een energiepremie. Ja, wij vinden het belangrijk dat er echt een heel gerichte maatregel komt die de pijn voor gezinnen verlicht. Want tussen oud en nieuw hebben heel veel gezinnen, zeker nu met het koude temperaturen hier buiten, echt wakker gelegen van hun energiefactuur. En wij delen die bezorgdheid. En als je dan merkt over alle partijen heen, dan is er binnen Vivaldi wel echt eensgezindheid dat we de best mogelijke manier moeten vinden om daar iets aan te doen. En dat is voor u een energiepremie van een €220. Maar niet voor iedereen. Wel, dat is inderdaad wat we willen doen voor de mensen die nu in moeilijkheden komen. Er zijn gezinnen bij wie dat niet zo is. Hè. Denk aan de Fernand Hutsen van deze wereld. Maar u legt wel de lat op een bruto loon van om en bij de €3.500. Media, inderdaad. Hè, wat ook PS doet. Maar bij de PS krijgen die daarboven ook wel iets. Bij u krijgen die niet. Wat bedoelt u? Dat het bedrag dan wat lager ligt voor degenen die meer zouden verdienen. Is het gewoon bij u €200 voor alles dat eronder zit? Wel, eigenlijk ligt ons voorstel heel dicht bij elkaar. Ja. Het verschil is dat zij het via een cheque willen doen, dat wij het via een premie willen doen, omdat we, zoals we in het najaar hebben gedaan met het sociaal tarief, waar het eigenlijk ook iedereen over eens is dat we dat nu gaan verlengen, dat is al belangrijk. Hè? Dat komt er sowieso. 760 miljoen euro gekost. Alle regeringspartijen zijn het erover eens. We moeten eigenlijk naar een verlenging daarvan gaan, gezien de situatie. En daarnaast moeten we voor de middenklasse iets doen. En wij willen dat doen op dezelfde rechtstreekse manier, automatisch, zoals we dat hebben gedaan, ook in het najaar. Wat een verschil is met een aantal premies die elders bestaan, maar wat betreft wat federaal doet, willen we het automatisch voor die middenklasse. En daarvoor lijkt het systeem van een premie voor ons goed, omdat je dat kan doen via het regelen van heffingen, via een korting en dat factuur, et cetera. Wel, dat is inderdaad nu om de pijn te verlichten. En uw vraag is heel terecht, wat doe je structureel? En dat is de reden waarom dat wij heel erg gehecht zijn aan ons indexeringsmechanisme, want dat beschermt ons structureel tegen de stijging van de levensduurte. En hoe hoger uw loon, hoe meer impact dat heeft. Financieel natuurlijk. Hoe lager uw loon. Ja, en daarom dat we onder die mediaan deze inspanning willen doen. Dus alleen maar de mensen van die twee van €3.500 bruto, die gaan dat krijgen, eenmalig. Mm-hmm. Maar we weten natuurlijk, die energieprijzen die zijn wel nog voor even vertrokken. Ja, die zijn internationaal ontploft. Ja, dus dat is dat voldoende? Nu is €200 krijgen. De meeste mensen hebben factuurstijgingen van honderden euro's. Dat klopt, dat klopt. En daarom dat we zeggen dat we nu echt wel een duidelijke verlichting willen doen, maar het zal daar niet bij stoppen. Energie is een zaak van iedereen. De energiefactuur moet dan ook een zaak zijn van alle regeringen. En als ik het heb over die federale inspanning, dan moet ik wel vaststellen dat waar we verder zouden kunnen springen als we samenwerken met regeringen, dat het Vlaams wel heel stil blijft. Zowel wat Vlaanderen betreft, zegt dat zij al veel gedaan hebben. Wel, het gros van de heffingen vandaag ligt Vlaams. Als je daar nu de openbare dienstverleningen uit zou halen, dan zou je €117 bovenop die €220 mee kunnen verlichten. En twee, er moet echt een energierenovatiegolf komen. Onze huizen zijn bij de slechtst geïsoleerde van Europa. Er is een berekening van Recticel die de isolatiebarometer maakt jaarlijks van dit najaar, die zegt, als we dat zouden doen in ons land, zou je jaarlijks €2,5 miljard kunnen besparen. En ik ga u een kleine anekdote meegeven die heel veel zegt. Het is van deze week. Er is €500 miljard niet uitgegeven in de sociale woningensector. En in plaats van dat geld dan te gebruiken
werken om voor 100.000 gezinnen Vlaams, voor 100.000 gezinnen zonnepanelen te leggen op die woning, waarmee je de factuur structureel gaat verlagen, heeft men beslist, minister Diependalen van de N-VA, om dat over te hevelen naar de privé. En zo blijven mensen met het open dweilen. Ja. Je moet dat structureel aan. U kan natuurlijk wel zeggen, hè, dat zou Vlaanderen moeten doen, maar daar zit u niet mee aan het stuur. Hè. Ik kan alleen maar de oproep doen. U kan alleen maar de oproep doen. De andere partijen, Vooruit en CD&V, die pleiten heel hard voor een btw-verlaging. Mm-hmm. Tijdelijk, dat heeft wel veel meer impact. Hè. Dat gaat over veel meer dan 200 euro. Dat gaat over 173 euro als het gaat over btw op elektriciteit. Kijk, het punt is... Maar ook op gas willen ze het verlagen. Dat dan ook mensen die het niet nodig hebben, het krijgen. En wat voor ons belangrijk is, is dat je maatregelen neemt die zo efficiënt mogelijk is en die zo gericht mogelijk is. Maar ik wil ook zeggen, ik vind het vooral belangrijk dat we met alle regeringspartijen op één lijn staan richting oplossingen, richting iets substantieels. Maar wie dan zeker niet op die lijn al staat, is de regering, de partij liever van de premier. Daarvan zegt Open VLD een btw-verhoging. Nee, dat gaan we niet doen. Want verlaging. Een verlaging. Verhoging gaan ze ook niet doen. Maar ook geen verlaging, want dat heeft te veel impact. Maar ook over die energiecheck, energiepremie, zei Vincent van Quickenborne, de vicepremier, het volgende gisteren. Als je maatregelen voorstelt, moeten het ook maatregelen zijn die denk ik doelgericht zijn, maar ook haalbaar zijn. Als men zegt, ja, we willen dat toekennen, zoiets aan een bepaalde groep van de bevolking, ja, dan moet je bepalen hoe dat je dat doet. Doe je dat dan op basis van fiscale aangiftes? Dat is een heel complex gegeven. We hebben dat trouwens al bekeken in november vorig jaar. We hebben toen beslist om dat niet te doen. Ja, hij zegt heel duidelijk, die energiecheck, want het woord viel nu niet, maar het kwam ervoor, dat gaan we ook niet doen. Dus daar is dan toch geen draagvlak voor. Wel, ik heb de premier gehoord in het Half Rond, die zijn bezorgdheid ook heeft uitgesproken in de energiefactuur. En die ook een oproep doet naar wat gaan we structureel doen op langere termijn. Met Vivaldi investeren we daarom in hernieuwbare energie. Dat is de enige energie die goedkoper wordt. Mijn oproep naar Vlaams is, maak werk van die energie. Ik zeg, VLD steunt u. Als het gaat over de bezorgdheid om die factuur, die is gedeeld over partijen. En we zijn aan het zoeken naar wat is inderdaad de beste modaliteit. Zij willen vooral het via de voorschotten berekenen. Mevrouw Van Quickenborne wil de voorschotten gaan aanpakken, maar is dat voldoende om Dat is iets wat we in het najaar ook binnen de schoot van de regering hebben besproken en waar Tine van der Straaten onder andere ook heeft aangegeven. Je kan die voorschotten weigeren. We moeten zorgen dat misbruiken eruit gaan, hè, dat men de problemen... Maar op als het energie, einde volgt de afrekening. Ja, dat de energieleverancier niet zijn probleem overhevelt op heel korte termijn op burgers die dat niet kunnen dragen. Dus daar zitten we echt wel in dezelfde mindset, ook met de liberalen, dat we iets aan dat probleem moeten doen. We zijn aan het kijken, wat is de beste, meest efficiënte oplossing? Ja. Volgens ons is dat die energiepremie... Wat wel interessant is dat u daar inderdaad gisteren dat gelanceerd hebt, dat jullie voor die energiepremie zijn, want al heel de week lanceren alle partijen hun voorstellen. Als ik dan Tine van der Straaten, uw energieminister, hoorde van de week, leek het meer te gaan richting de accijnzen op nul zetten, wat maar een impact zou hebben van een 30 tot 60 euro. Is dat ook niet... Ja, Groen, die eigenlijk, zoals ook HLN het deze week schrijft, de partij die het voortouw zou moeten nemen in deze discussie, men stelde naar haar scherp, de minister die het licht uitdoet bij Groen, zij zou wel als eerste op de tafel moeten kloppen, dit dossier in handen moeten nemen tot er een heldere oplossing en toekomstvisie is. Bij de volgende verkiezingen dreigt het resultaat van Groen anders even fel te evolueren als die energieprijzen, maar dan niet opwaarts, maar richting kiesdrempel. Is Groen inderdaad niet weer te voorzichtig dat idee tussen, ja, we moeten minder energie verbruiken, maar anderzijds, ja, die factuur, hè, dat je daar weer tussen zit. Ja, ik kan begrijpen dat men soms scherpe opinies wil schrijven, maar als je kijkt... Was ook een beetje het beeld van de week. Het was ook de minst scherpe minister. Ik heb gisteren een nieuwjaarsboodschap gegeven met de beste wensen aan iedereen en het allerbelangrijkste is dat je dan ook barrières en bezorgdheden van mensen kan wegnemen. En daarin zit die energiepremie, daarin zit iets substantieel richting mensen op superkorte termijn, maar op lange termijn structurele hervorming. Maar heeft de minister het van de week niet te klein gespeeld? We hoorden de anderen, meneer Van Petegem, allemaal met hun voorstel en mevrouw Van der Straat die kwam met die accijnzen. Maar ik snap dat u die vraag stelt, maar mevrouw Van der Straaten is degene die nu als een gek achter de schermen aan het berekenen is en aan het kijken is op welke manier we het meest efficiënt mensen kunnen helpen. Zij heeft 760 miljoen euro gegeven aan de mensen die het meest nodig hebben. Je zou toch denken dat zij echt een idee heeft van dat moeten we gaan doen. En dat idee heb ik u gisteren meegegeven. Ja? En zij heeft als minister
dat gerealiseerd. Ze heeft de energienorm gerealiseerd, waardoor je inderdaad die heffingen, accijnzen, als regelaar kunt gebruiken. Ja. Dus dat kan je nu op nul gaan zetten. Dus de federale regering met Tine van der Straaten als actor heeft zeer veel ondernomen. Maar zij hoort alle voorstellen van de collega's en zij is degene die daar in consensus een voorstel geeft. En vrijdag gaan we dat zij heel hard wordt over dat voorgelegd. Bezig. Ook opvallend, in uw nieuwjaarsboodschap viel het woord kernuitstap niet. Maar bij wie het wel valt vandaag is bij Egbert Lagaard van Open VLD, die heel stellig zegt in de Zondag vandaag: vandaag verbiedt de wet de bouw van een nieuwe kerncentrale. Dat is niet ernstig. De Groenen moeten daarop toegeven, anders komt er geen kernuitstap. Goh, die uitspraak is niks nieuws langs de kant van de liberalen en langs de kant van Egbert Lagaard. Jullie gaan daar moeten op toegeven. Maar wat... Ja, maar ik heb gisteren een oproep gedaan in de nieuwjaarsreceptie. Heeft niet geholpen, Vivaldi. Wat staat vandaag in de Zondag. Het interview is afgenomen. Zo werkt dat, weet u ook, voor het interview. Maar dat we met Vivaldi inderdaad richting resultaten en oplossingen moeten werken. En als het gaat over die nieuwe technologie, want daarover spreekt, dan hebben wij als Groenen gezegd, wij hebben geen taboes. Als iets afvalvrij kan, want dat is het grote nadeel van de kerncentrale, veilig kan. Dat is de reden waarom in Frankrijk vandaag heel veel kerncentrales uitvallen en dat die energieprijzen... Maar zij gaan net investeren in die nieuwe... Net als Nederland. Maar daardoor dat die energieprijzen nu mee de hoogte inschieten, omdat zij aan het falen zijn op dit eigenste moment. En als je ervoor kan zorgen dat dat CO2-vrij is, dan staan wij open voor elke technologie. Vandaar dat dat onderzoek naar de SMR's er komt. Hè. Dus in die zin is dit voor mij geen nieuws. Hè. Maar het is toch opvallend dat u het woord kernuitstap niet laat vallen in uw, kernboodschap, in uw nieuwjaarsboodschap, terwijl dat dat toch een van jullie speerpunten is. Hè, de kernuitstap. Maar wij hebben in het hele najaar is daarover gegaan. Maar je zou toch verwachten in een nieuwjaarsboodschap, waar staan wij voor? De kernuitstap. Ja, maar er zijn twee dingen die ik gisteren heb gedaan. Ik heb een oproep gedaan aan politiek in het algemeen om te stoppen met kibbelen, want een kibbelregering leidt tot een kibbelbevolking. En de tweede was, laat ons iets doen aan de energieprijzen. Uw vraag is, kernuitstap is voor Groen toch heel belangrijk? Ja, als middel tot een doel, richting meer hernieuwbare energie. Want dat is onze beste bescherming op lange termijn tegen die structurele hoge prijzen nu. Omdat hernieuwbare energie steeds goedkoper wordt. En daarvoor is de kernuitstap een middel. En dat dus ook als gedacht, u vraagt... U had ook waarschijnlijk gedacht, we gaan dat eind november afkloppen. Daar was iedereen mentaal... op voorbereid. Het is nu al verschoven naar maart. Ook daar kan uw minister onvoldoende toch, als het erop aankomt, op tafel niet. Dat binnenhalen. Dat klopt niet. Hè. Als u naar Vivaldi kijkt, u mag zeggen, er wordt veel gepraat en er wordt veel op tafel gelegd, maar de knopen worden doorgehakt. Als ik naar Vlaanderen kijk... Dat is toch uitgesteld, hè, mevrouw? Er is wat mevrouw Van der Straaten moest doen, want uw vraag ging over mevrouw Van der Straaten. Dus ik ga daar eerst op antwoorden en dan op de tweede vraag. Mevrouw Van der Straaten heeft gedaan wat van haar gevraagd werd. Binnen een onvoorstelbaar strikte timing heeft zij in november alles op tafel gelegd. Dat was de afspraak binnen de regering. Zij heeft toen alles op tafel gelegd. En dan is het debat in de regering begonnen. Er is ondertussen een issue geweest, hè, van hoe ga je ervoor zorgen, een gascentrale die geen vergunning heeft gekregen. En daarvan is gezegd, we geven nog even tijd aan de exploitant om te zien wat hij gaat doen. En 18 maart dat valt komt in op. Dat is goed bestuur. Hè. En op die manier zetten wij elke keer structurele stappen vooruit om iets wat al 20 jaar... rondjes lag te draaien, eindelijk de knoop door te haken. Want ik hoor heel veel collega's heel grote uitspraken doen die de afgelopen 18 jaar alle verantwoordelijkheid hadden. Zij zijn heel vaak, en dat is wat ik ook merk, bijvoorbeeld rond nu die energiefactuur. Okay. Je kan niet 18 jaar bevoegd zijn, maar nooit verantwoordelijk. En vandaag doe ik echt een oproep. Neem uw verantwoordelijkheid structureel als het gaat over energierenovaties. Nu mee om die factuur te verlichten. Met Vivaldi hebben wij het al gedaan. En doe dat ook automatisch, zodat mensen niet achter hun rechten Dat is helder. Een oproep tot verantwoordelijkheid en beslissingen. Absoluut. Ik afwachtend naar de rest van het jaar. Dank je wel om langs te komen, mevrouw Almaty. Ik zit al een jaar of 10 bij Luminus met een vast contract. En nu ze hebben me laten weten in maart dat afloopt. En wat ze voorstellen is in feite een prijs die 5 keer zo hoog is dan wat ik nu betaal per eenheid. Zowel voor gas als voor elektriciteit. Ik woon alleen met mijn dochtertje van 5. Mijn energierekeningen zijn onlangs heel erg gestegen. Van 80 naar 240 euro bijna. Dus ik probeer wel waar mogelijk te besparen. Maar de prijzen blijven stijgen. Dus ik vraag me toch wel af wat ik nog meer kan doen om te besparen op mijn energierekening. Het nieuwe voorstel dat gekomen is bijna 1000 euro. En ik vraag me af hoe dat mensen dit gaan doen. Dit is onbetaalbaar voor een gewone arbeider.
Ja, de noodkreten zijn nauwelijks nog bij te houden. Zowel de allerarmsten als ook de middenklasse kreunen onder de alsmaar duurdere energiefacturen, vooral dus voor elektriciteit en gas. En een van hen is Tessa. Goedemorgen, Tessa. Jij wil liever je familienaam niet prijsgeven en dat respecteren we uiteraard. Even je situatie wel schetsen. Je bent een alleenstaande moeder met twee kinderen. Je volgt ook een opleiding. Mogen wij weten hoeveel je maandelijkse inkomen bedraagt? Mijn inkomen vanaf ik de opleiding volg is 1300 euro. Ja, en daar moet hoeveel huur vanaf? Ja, mijn huur betraagt 600 euro en mijn energiekosten 170 euro. Ja. Dat is dus 2/3 van mijn inkomen. En stijgen die energiekosten? Heb je dat al te horen gekregen van je energiemaatschappij? Ja, ze zijn enorm gestegen. Ik zit op 170 euro in het sociaal tarief. Dus zonder dat sociaal tarief zou dat op 300-400 euro komen, maar dat hangt ook samen met mijn woonst natuurlijk, hè. Als je een beperkt budget hebt, kun je niet loskoppelen. Je kunt dat echt niet loskoppelen. Ja, natuurlijk. Zijn er ook rekeningen, afrekeningen, voorschotten en zo die je moet laten liggen? Uiteraard, ja. Ik heb schulden nu, maar dat is niet van slechte wil. Het is gewoon van, je moet kiezen, hè. Kiezen of delen. En ik kies voor mijn huishuur te betalen. Daardoor blijven de energiekosten soms liggen. Ja. Waardoor ik nu een budgetmeter zal krijgen binnenkort. Mm-hmm. En hoe vang je dat dan intussen op? Verbruik je minder, stook je minder? Verbruik je minder elektriciteit? Ja, ik verbruik veel minder. Ik probeer te besparen op zoveel mogelijk. Maar het moet ook nog leefbaar blijven, natuurlijk, hè. Ja, want hoe gaan je kinderen daarmee om? Ja, mijn kinderen. Ik probeer dat te verstoppen door te zeggen 's avonds, kom, we gaan gezellig onder een vliesdekentje liggen, samen naar tv kijken, zodat, want dat heeft gevolgen voor die kinderen als ze nu merken dat ze op zulke basisbehoeften moeten besparen. Dus ik probeer dat te verstoppen. Ja, ja. Als zij in bad gaan, staat de verwarming wel aan, als ik in bad ga niet. Dus ja. Dat is natuurlijk niet lang houdbaar, hè. We gaan hier politiek debatteren. Heb jij een vraag voor de politiek? Wat kan de politiek voor jou doen? Ja, het sociaal tarief zou structureel verankerd moeten worden, hè. Momenteel bereiken ze 500.000 gezinnen, dat is een miljoen mensen dat ze bereiken. Als die gaan allemaal ook in armoede terechtkomen als de facturen zo blijven strijken. Ik spreek niet namens mij alleen, hè. Ik spreek voor 57 verenigingen. Ik spreek namens Netwerk tegen Armoede en wij bereiken 22.000 mensen in armoede. Dus. En de BTW verlagen, zoals ook een voorstel is? Ja, dat is een druppel op een hete plaat. Het is heel goed, maar het is geen duurzame oplossing. Het is goed dat het er is, maar de mensen... het is een klein verschil, het is onvoldoende. Voor mensen die uit het sociaal tarief vallen, zeker. Oké, dankjewel. Tessa, van harte bedankt voor je getuigenis. En hopelijk wordt het geen al te koude winter voor jullie. Dankjewel. Ja, ik hoop het. Ja. Eens kijken wat de politiek kan doen. Aan de ene kant van de tafel de federale oppositie, zeg maar. Peter Mertens van Partij van de Arbeid en Bert Wollens van N-VA. En aan de overkant de meerderheid met Leen Dierik van CD&V en Melissa de Prater van Vooruit. We hadden ook Open VLD gevraagd, maar die vonden het niet opportun om aan dit debat deel te nemen. Waarvan akte. Laten we beginnen met het meest besproken voorstel, de BTW-verlaging, het meest gehoord. Wie aan deze tafel is daarvoor gewonnen? En u mag uw handen opsteken. En wie had dat bedacht? Tijdelijk. De verandering, denk ik, die er nu deze week is gekomen, is inderdaad door de CD&V. De CD&V heeft dat nu opnieuw op tafel gelegd. Wij voeren er 15 jaar campagne voor. Dus wie heeft het bedacht? Nee, dat weet ik niet. Het is een voorstel dat ook al in andere landen bestaat. We betalen nu 21%, dat is het luxe tarief. En de mevrouw heeft het net ook gezegd, eigenlijk gaat het over een basisgoed. Dus de logica zou zijn dat wij 6% betalen op energie, omdat het over basisgoeden gaat. En dat zou 700 euro per jaar verschillen. En jullie voor die 6%? Wij hebben het voorgesteld als een tijdelijke verlaging van de BTW. We leven eigenlijk in zeer uitzonderlijke omstandigheden als we naar de facturen kijken. De elektriciteitsfactuur is maal 2, de gasfactuur is maal 3. Dat zijn toch wel drastische situaties. Wat is tijdelijk situaties. Voor jullie? Is dat 1 Wel, dat gaan we nog bekijken. Dus vandaar dat onze vicepremier het op tafel heeft gelegd om een tijdelijke maatregel te nemen. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, dus pleiten we voor uitzonderlijke maatregelen. Het voordeel van die maatregel is dat het heel duidelijk is, kan heel snel worden ingevoerd en het heeft een impact op iedereen. Want
want de tijd men is zegt voorbij. Wel eens, niemand gaat het terug durven verhogen nadien. Hè? Oh, we hebben want in het verleden... komen de verkiezingen nee, aan. We hebben in het verleden al aangetoond dat we tijdelijke maatregelen durven nemen, dat we dat ook terugschroeven. Er is niet de eerste keer dat er een tijdelijke verlaging van de BTW is geweest. In de regering Di Rupo is dat al geweest. Maar bijvoorbeeld ook in de horeca hebben we al een tijdelijke BTW-verlaging gedaan. Dus het kan wel degelijk. En het is ook becijferd. Hè? Onze vicepremier heeft het becijferd. 86 miljoen per maand kost zo'n tijdelijke BTW-verlaging. Als je dat in perspectief plaatst met andere maatregelen, hebben de BTW ook verlaagd in de horecasector, ja, dat heeft 800 miljoen euro gekost. Dus het kan. Het is een kwestie van willen. Over die cijfers hebben we het meteen, mevrouw De Prater. Is het inderdaad zo voor jullie ook? Dit is de eenvoudigste en meest efficiënte maatregel? Ja, dat is gewoon een feit, denk ik. Ik denk dat iedereen dat kan vaststellen. En het is effectief zo, ja, uw huis verwarmen, dat is geen luxe, dat is een basisrecht. Ja. En dat moet ook betaalbaar blijven voor iedereen. En die 6% BTW is daarbij de makkelijkste oplossing. Dat is gewoon duidelijk. Het kan onmiddellijk. Het heeft een grote impact op de factuur. Wat en het helpt iedereen. Van de A, CD&V en Vooruit op één lijn, dat is historisch, denk ik. U zit niet op die lijn. Ik zit niet op die lijn, omdat natuurlijk die BTW-verlaging, dat is een broekzak-vestzak-operatie. We weten natuurlijk dat die elektriciteit en gas zit nu eenmaal in onze indexkorf. En dat wil zeggen dat natuurlijk wanneer dat die indexering moet gebeuren en die BTW op die is verlaagd, wil dat ook zeggen dat daardoor er een verlaten indexering is. Ja. Mensen gaan daar koopkracht aan toeschieten. Ja, maar deze week, jullie zijn voor even, de index. Even voor alle duidelijkheid. Vrijdag in de afspraak is het nog eens aangehaald. Die indexering die zal... Voor elke 100 euro dat er uitgaat op vlak van BTW, daar zal er voor 108 euro op vlak van index even mevrouw de Prater, uitgehaald. Even mevrouw De Prater, omdat mevrouw Almaty dat ook al aanhaalde. Hè. Ja, maar... Als die BTW-verlaging er komt, dan heeft dat gevolgen voor de index en zal er minder snel een indexverhoging komen. Maar er wordt niet geraakt aan het indexsysteem, voor alle duidelijkheid. Er zijn trouwens ook heel veel andere facturen die stijgen. Ga naar de supermarkt en uw factuur aan de kassa zal ook een stuk hoger zijn. Dus die indexering komt er sowieso. Maar op het moment dat mensen een voorschotsfactuur van 1000 euro in de bus krijgen, gaan we dan zeggen, ah, maar wacht, binnen een paar maanden zal er wel een indexering zijn. Nu, komt het laten we er iemand bij halen die niet aan tafel zit. Is Vincent van Quickenborne, de vicepremier, ook niet gewonnen voor de BTW-verlaging, toch wel de partij van de premier? Dat is voor ons geen verstandige maatregel, omdat je met een BTW-verlaging eigenlijk dat doet voor iedereen, ook voor de Markoekes, de Willy Naastes van deze wereld, mensen die dat absoluut niet nodig hebben. En bovendien, zo'n maatregel die slaat een enorm gat in onze begroting. Hè. Het gaat over 1,5 tot 2 miljard euro op jaarbasis. En dat is een enorm gat. En iemand die de situatie kent van onze overheidsfinanciën weet dat wij dat niet aankunnen. Ja, meneer Mertens, hoe sociaal is dat? Want effectief, de Willy Naastens, de Fernand Hut, zoals mevrouw Almaty zei, grootverbruikers bedoelen ze, rijke grootverbruikers. Die zullen in centen een veel grotere verlaging van de BTW krijgen dan de arme sukkelaar. Hè? Ja, maar als je dezelfde redenering doortrekt, dan ga je natuurlijk ook de BTW op brood en op een bus melk moeten verhogen. Hè, want die drinken ook melk en die eten ook brood. Ik ben absoluut gewonnen voor een vermogensbelasting. Hè, dus op diezelfde momenten dan zijn diezelfde politiekers die nu er niet voor zijn ook niet thuis. Waar het om gaat, is dat er nu een meerderheid is in het parlement om dat te doen. Dit is een momentum in de politiek. Geen meerderheid? Nee, in de politiek zijn er momenten. En, PS en Groen doen al niet mee. CD&V is van standpunt veranderd. Nee, we zijn tijdelijk. Nee, maar laten we beginnen dan met dat tijdelijke. We gaan dat steunen, absoluut. Laten we beginnen met dat tijdelijke. En je hebt dan 78 zetels in het parlement op 150, dat is een meerderheid, die ervoor zijn. Dus ik ben ervoor dat wij zo snel mogelijk in het parlement... Want de nood is nu. De nood is niet binnen 3 maanden. De nood is nu om de mensen hun factuur te overlaten. Maar ik las in de krant... Uw voorzitter, meneer Rousseau, die zegt no way dat we dat van Partij van de Arbeid... Maar wij willen dat terugtrekken en uw naam mag eronder staan. Dat is geen probleem voor ons. Voor alle duidelijkheid, meneer Mertens, u heeft iets op tafel gelegd in het parlement. U heeft daar geen meerderheid voor gehaald. Daar waren 30 stemmen voor. Ook de 9 zetels van Vooruit hadden het verschil niet gemaakt. Wat ging het gevolg geweest zijn, hadden wij het symbolisch voorstel van meneer Mertens wel gesteund... Dan was er een regeringscrisis. Dan hadden we na een gezondheids- en een energiecrisis ook een regeringscrisis. En u weet even goed als ik, meneer Mertens. Dus u wil zeker geen verlaging van de energiefactuur. En op het moment dat er een opening is binnen de regering... CD&V is intussen al overtuigd van ons voorstel. Dat is een goede eerste stap. PS maar er is niet, uw sociale collega's. Ja, maar er is een opening binnen de regering om iets te doen aan die hoge facturen. Iets fundamenteel, iets dat echt wel een impact maakt op de factuur. Dan moeten we wel aan een oplossing Maar natuurlijk, meneer Van Quickenborne,
is ook een man van cijfers. Die zegt dat gaat 1,5 tot 2 miljard kosten. Dat is natuurlijk wel een slok op de borrel. Hè. Dat was vroeger ook een argument nog van meneer De Krem, een van de voorgangers, die ook altijd zei dat kost te veel een BTW-verlaging. Het zal uiteraard iets kosten. Maar we zitten iets kosten, 1,5 tot 2 miljard. Het is berekend 86 miljoen per maand. Vandaar dat wij pleiten voor een tijdelijke verlaging van de BTW, niet structureel. Dus daar verschillen we zeker en vast van mening. Maar Van Quickenborne is wel duidelijk, die telt gas en elektriciteit samen en zegt dan het komt op 1,5 tot 2 miljard. Dat is wel bijna het dubbele. Hè? Ja, oké, maar vandaar die tijdelijkheid dat we doen. En we hebben nogal maatregelen genomen die ook veel geld kosten. Het is eigenlijk een kwestie van... Ja, tijdelijk, mevrouw. De energieprijzen gaan niet tijdelijk nu hoog zijn en dan tijdelijk verlagen. Nee. Ze blijven hoog. Gaat u dan op een hoog moment toch zeggen... Maar nu zitten ze echt wel extreem hoog. Als je gewoon naar de evolutie kijkt van de energie- en de gasprijzen, ja, dan zijn ze de voorbije 2-3 maanden echt extreem de hoogte ingeschoten. Bovendien zitten we nu in de meest koude maanden, dus we kunnen niet lang meer weg. Het is nu dat we maatregelen moeten nemen. Zo'n winter-BTW en een zomer-BTW. Dat kan, er kunnen voorwaarden aan gekoppeld worden. Aan de termijn dat we dat toepassen op de doelgroep, dat kunnen we allemaal doen. Maar we moeten nu echt wel actie ondernemen en het heeft geen zin dat we nog maanden gaan valabelen, actie ondernomen worden. Het gaat in de begroting. Is dat voor u een tegenindicatie om die BTW-verlaging niet te doen? Het is in ieder geval wel iets waar we rekening mee moeten houden. Maar ik pleit er wel absoluut voor dat we wel maatregelen nemen. Wat willen jullie doen? Ja, het is niet zo dat wij zeggen van er moet helemaal niks gebeuren. Volgens mij moet er dringend iets gebeuren, zodanig dat vooral die middenklasse aan bod kan komen. Want het grote probleem is... Wat dan? Je zal met een tegemoetkoming moeten komen. En voor ons kan die op verschillende vlakken liggen. Maar wat we niet willen doen, is inderdaad die BTW-verlaging. Omdat we vinden dat dat eigenlijk een groot deel van de... Wat is dan uw vorm van tegemoetkoming? Wat is jullie concrete voorstel? Wij moeten ervoor zorgen dat er... En er zijn verschillende pistes die daar op tafel kunnen liggen. Er kan bijvoorbeeld de piste die Geert Peerspan hier vrijdag heeft geopperd. Namelijk, doe een tegemoetkoming naar die specifieke mensen waar dat ze zowel energiefacturen mee kunnen betalen als ook andere zaken mee kunnen doen. Dus sociaal gecibleerd. Zodanig dat we eindelijk iets doen voor die mensen die nu net buiten dat sociaal tarief vallen. Want een beetje de energiecheck toch van PSN. Alleen zou dat bijvoorbeeld op een ruimere manier kunnen. Voor mij mag die energiecheck ook worden onderzocht. Die zaken kunnen op tafel komen. Maar we moeten echt af van het idee dat we alleen maar iets gaan doen voor 18% van de bevolking. En dat diegenen die er vlak boven zitten, dat die niks krijgen. En dat is een te groot verschil voor ons. En daarom vinden we dat diegenen die eigenlijk vandaag die maatregelen betalen, dat zijn de mensen die belasting betalen, zijn de mensen die BTW extra betalen, dat die toch alsjeblieft mee aan bod kunnen komen. Van een lagere BTW profiteert de lagere middenklasse natuurlijk ook. Hè? Maar jullie hebben tegen het sociaal tarief gestemd, dus tegen die 18%. En jullie zijn tegen de BTW-verlaging, dus ook tegen die 82 andere procent. Dus jullie hebben geen enkel concreet voorstel. Ja. En over de betaalbaarheid wil ik toch ook nog één ding zeggen, wat een beetje een taboe is in het debat. Dus het is inderdaad een prijselijke affaire, hè, die BTW-verlaging. Maar als je ziet dat midden van die crisis er een speler is die woekerwinsten maakt... Maar hij heeft contracten, heb ik begrepen. Nee, maar dat is niet zo makkelijk. Die contracten gelden niet voor die 4 jongste en grootste centrales. Dus die gelden niet voor Doel 3, 4, Tihange 2 en 3. En dus als die 2,6 miljard euro overwinsten maken, dus boven de ronde winsten, Electrabel, dan denken wij, kijk, er zijn spelers die zich verrijken op kap van een crisis die mensen in armoede storten. Dus haal het geld daar, zorg voor een solidariteitsbelasting. En je kan dat financieren. Dat kan toch geen taboe blijven in onze politiek. Dat brengt ons eigenlijk ook bij nog een ander mogelijk voorstel, hè? Namelijk de voorschotten en het geld halen bij de energiemaatschappijen. Want veel mensen, we zagen dat ook, schrikken van de torenhoge voorschotten die ze nu moeten betalen. En vicepremier Van Quickenborne van Open VLD heeft ook daar een voorstel over. Ja, ik denk dat we vooral moeten kijken naar de problematiek van de voorschotten. Mensen verschieten enorm met de voorschotten die ze binnenkrijgen. En we moeten zien dat mensen niet de bankier spelen van de energiebedrijven. Maandag zal onze staatssecretaris voor consumentenbescherming en onderhoud hebben met de sector om na te gaan dat die voorschotten altijd de realiteit moeten reflecteren. Dat met andere woorden voorschotten geen overdreven hoge bedragen zijn die mensen dan uiteindelijk niet kunnen betalen. Ja, misschien eerst eens een reactie gaan halen bij de sector zelf. En Mark van den Bos, goedemorgen, van Febeg, de koepel van gas- en elektriciteitsbedrijven. Meneer Van Quickenborne zegt, ja, mensen betalen op dit moment te hoge voorschotten en spelen daardoor een beetje bankier van de leveranciers. Ook mevrouw Amatji zei dat. Hè. Ze zijn eigenlijk jullie aan het sponsoren, bij manier van spreken. Moet daar inderdaad geen wettelijke beperking komen op die voorschotten? Zijn jullie te veel aan het profiteren via die voorschotten?
Goedemorgen van mijn beurt. Ik heb minister Van Quickenborne gehoord. Ik denk dat wij eigenlijk in grote lijnen akkoord zijn met wat hij zegt. Dus een voorschot wordt eigenlijk berekend. De klant heeft het liefst dat zijn afrekening ongeveer nul is. Krijgt eigenlijk liefst een heel klein beetje terug. Dat blijkt uit enquêtes die de bedrijven doen bij hun klanten. Dus dat betekent dat je eigenlijk het voorschot berekent ongeveer op 1/12 van de eindjaarfactuur, die verwachte factuur. Beweert u nu dat al die voorschotten nu zo goed berekend zijn? Want de meeste mensen hebben het gevoel dat die wel waanzinnig gestegen zijn en dat dat misschien inderdaad een soort prefinanciering is van jullie sector? Ik denk het niet, maar misschien concrete factuur. Als je kijkt op de V-test, dan zie je dat voor wat we het gemiddelde gezin noemt, en dan kom je bijna op een, met de huidige prijzen, op dit moment een nieuw contract afsluiten, kom je op grote orde op een prijs van ongeveer 5000 euro, iets boven de 5000 euro voor gas en elektriciteit samen. Dat betekent meer dan 400 euro per maand voorafbetaling. Als je dat niet doet, als je het op 200 zet, dan kom je met eindfacturen van 2000 en meer. Dus dat kan ook niet. Ja. Misschien mag ik even een concreet voorbeeld geven. Heel kort dan. We hebben nu spijtig het faillissement gehad van die Vlaamse energieleverancier. 80.000 klanten zijn in december geswitcht naar een nieuwe leverancier. Als je kijkt, die klanten verbruiken nu in de praktijk, laten we gemiddeld nemen, 800 tot 900 euro. Dus dat betekent dat zij een voorschot rond de 400 euro zijn, dat de sector voor die klanten die overstappen in december, grote orde een 150 miljoen euro prefinanciert. Ja, okay. Dus een klant die nu overgestapt is. Dus ik denk dat het vooral genuanceerder is, maar we kijken uit naar het gesprek met de staatssecretaris. Ja, wij ook. Want genuanceerder toch, de ombudsman Energie, die heeft ook heel veel dossiers doorgespeeld naar de inspectie over allerlei ongehoorde praktijken en mensen die opeens van een vast contract in een variabel zitten, die opeens extra taksen moeten betalen waar voordien geen sprake van was. Zitten er op dit moment niet wat cowboys in uw sector die profiteren van de malaise? Ik denk het niet. Ik denk dat de druk op de sector heel groot is. Ik denk dat je gezien hebt, we hebben nu spijtig genoeg het faillissement al gehad van twee leveranciers. Dus al die klachten slaan nergens op? Ik ga niet in op individuele klachten. En ik denk dat je moet met bedrijven individueel gaan spreken. Maar je hebt nu een aantal zaken die samenvallen. De hoge prijzen betekenen zeer grote risico's. Maar dan kan je toch niet zomaar ongevraagd de contracten veranderen, meneer Van den Bos. Meneer Van den Bos, de verhalen van mensen die van een vast naar een variabel contract gaan, die zijn legio. Dat is niet één individu dat die zijn brief heeft geschreven. Daar is toch blijkbaar iets gebeurd dat niet klopt. Er worden nauwelijks nog vaste contracten aangeboden. Omdat er is een verschil aangeboden tussen op de contracten veranderen zonder dat mensen het weten. Eén, ik denk dat een klant, als hij een voorstel krijgt, altijd de kans heeft om het te weigeren, een contract. Twee, als er een verlenging is, als er een contract is van bepaalde duur dat afloopt, dan wordt er een nieuw voorstel gedaan. Veel leveranciers kunnen het financieel niet meer aan om vaste contracten aan te bieden, omdat het risico te groot is. En dus doen zij een voorstel van een variabel contract in de plaats. Dus dat is wat er gebeurt. En er is ook een nieuwe wetgeving die van 1 januari van kracht is, onder andere op de verlenging van energieproducten, waardoor het voorbeeld van de man die je daar straks gehoord hebt, de oude contracten die nu verlengd worden, moeten aan de nieuwe voorwaarden, aan nieuwe producten verlengd worden. En ik moet zeggen, dat is misschien een beetje een ongelukkig moment dat die nieuwe wetgeving in kracht gekomen is. Ja. Benieuwd wat het gesprek inderdaad zal opleveren, hè, tussen de sector en staatssecretaris De Bleeker. We horen er ongetwijfeld morgen meer over. Dank je wel, Mark van den Bos. Mevrouw de Prater, moeten de energiebedrijven aangepakt worden? Maken zij misbruik door al te hoge voorschotten te vragen, al te slechte contracten op te dringen aan de klanten? Wel, de voorschotsfacturen zijn sowieso hoog, maar we zien inderdaad dat ze soms heel veel meer vragen dan hetgeen wat werkelijk wordt verbruikt. En dan is er een heel groot risico, want op het moment dat zo'n leverancier failliet gaat, zoals de Vlaamse energieleverancier, is de consument de laatste in rij om dat geld terug te krijgen. Dus zij zien dat geld niet meer terug. En dat gaat vaak over grote bedragen die iemand wel heeft betaald. En ik denk dat er absoluut een oplossing moet komen om ervoor te zorgen dat die klanten net als eerste hun voorschot terugkrijgen. Die Wollands?
Ik denk dat er heel veel leveranciers zijn die het goed doen, maar ik krijg ook wel wat signalen dat er soms excessen zijn die heel moeilijk uit te leggen zijn en waar je vragen over kan stellen. Daar valt dus wel wat te halen. Die plotseling een hoger voorschot krijgen voorgesteld en dat soort zaken meer. Dus ik ben absoluut van mening dat we daar, en de sector moet dat volgens mij zelf ook doen, dat daar scherp op wordt toegezien, zodanig dat die dingen eruit kunnen. Maar tegelijkertijd moeten we er ook voor zorgen dat we een zo groot mogelijke diversiteit aan mogelijke contracten en leveranciers kunnen houden. Ja. We weten dat dat ook een invloed heeft op de prijzen op lange termijn. En ik wil niet dat de keuze kleiner wordt voor diegene die een contract afsluit en dat die daardoor hogere prijzen zou moeten gaan betalen. Dus de slechte moeten eruit en de goede die moeten ervoor zorgen dat die prijs dat moet u aanspreken. De goede kant op gaat. Ja, het eerste, denk ik, wat moet gebeuren, ben ik totaal mee eens, is dat die consument op de eerste plaats komt. Hè. Dus zoals mevrouw De Prater zegt, dat zij de eerste lijn staan om dat geld terug te krijgen, dat is niet meer dan logisch. Maar ik wil toch nog wel even terug naar 2003, want dat was de liberalisering van de energiemarkt. Wij waren de enige partij die daartegen was. Men had toen beloofd meer concurrentie en lagere prijzen. Men heeft nu meer monopolie en monopolieprijzen. En ik denk toch dat wij moeten nadenken in de toekomst over is energie leveren, is dat een openbare nut dat wij moeten dienen als maatschappij? Of kunnen wij dat aan de jungle van de markt overlaten? Want hoe kan het dat zo'n leverancier failliet gaat? Welke drama's veroorzaakt dat allemaal? Dus ik denk dat je dat debat ook moet durven voeren. Wat heeft die liberalisering van die energiemarkt ons eigenlijk opgeleverd? Ja, het zijn inderdaad drama's. Als een energieleverancier failliet gaat, dan zijn er inderdaad veel mensen hun voorschot kwijt. Daarom pleiten wij er eigenlijk voor een soort van solidariteitsfonds dat wordt opgericht tussen de verschillende energieleveranciers. De energieleveranciers die storten daar een bedrag in. Als er een van hen failliet gaat, dan kunnen daar de voorschotten uit terugbetaald worden aan de consument. Zo is dus de consument zijn geld niet kwijt. Maar ik denk dat er zeker een aantal maatregelen moeten komen om die consument ook beter te beschermen. En ik moet altijd het recht zijn van de consument om te beslissen of die voorschotfactuur naar omhoog gaat of niet. Men moet dat kunnen beslissen. Ik hoorde wel dat ze het altijd kunnen weigeren. We hebben nog opmerkingen gekregen dat dat niet altijd het geval is, dat het op een zeer sluwe manier gebeurt. Ik denk ook dat die verhoging, dat wordt voorgesteld, dat op een zeer transparante manier moet gebeuren, dat daar regels moeten over afgesproken worden en dat ook de consument toch wel een tijd heeft om zich daarover te beraden en te bedenken. Dat solidariteitsfonds, dat klinkt mij nieuw in de oren. Even aftoetsen, is dat een idee, een goed idee? Ja, dat is ook een idee dat wij al hebben gelanceerd, waarbij dat inderdaad wel en kan daar werk van gemaakt worden. Ja, daar kan werk van gemaakt worden. Maar op het moment dat die factuur nu zo hoog is, dat wil ik wel nog eens benadrukken, is een aanpak van die voorschotsfacturen wel niet voldoende. Mm-hmm. Er zal meer nodig zijn dan dat. Ja. En als ik wil even terugkomen op het budgettaire. Minister Van Quickenborne hoorde zeggen van ja, dit heeft uiteraard een grote budgettaire impact om nu meer te doen. Ja, dat klopt, maar ik denk dat er vergeten wordt in het debat dat de overheid ook meer inkomsten krijgt door die hoge energiefactuur. En vandaar terug ons voorstel om die BTW te gaan verlagen. Denkbaar dat een Engie zou aangesproken worden om geld door te storten als de winsten te hoog zijn? Ja, dat is natuurlijk het moeilijke van de zaak. Hoe krijg je dat allemaal rond? Hè? Want we hebben daar in het verleden zijn er al heel wat discussies geweest. Bijvoorbeeld over die nucleaire rente en dat soort dingen meer. Meneer Mertens heeft trouwens de perfecte aanleiding gegeven waarom we die kerncentrales best zouden verlengen. Wat dat wil zeggen dat er nog middelen te halen zijn. Maar ik denk dat de overheid ook best wel eens naar zichzelf mag kijken, naar wat zij zelf op die factuur bijkomend zet. Vlaams kan er blijkbaar veel geschrapt worden, €117. Het is zelfs zo dat Vlaams in de afgelopen jaren al heel veel heeft gedaan. Maar blijkbaar kan er meer, hoorde ik van mevrouw. In 2022 is daar €105 per gezin dat daar uitgaat. Ja, maar... En niet voor een paar gezinnen, maar voor alle gezinnen. Mevrouw Amartje, je zegt dat u nog eens €117 kan schrappen. Maar van twee dingen. Eén. Als ik kijk naar wat de federale overheid heeft gedaan met kosten uit de factuur te halen, de VREG heeft vorige week haar cijfers bekendgemaakt. De hele accijnsoperatie, weet u hoeveel dat per gezin uit de factuur is gegaan? €30. €3. Die €30, die andere €27, zijn verhogingen die men plande te doen, maar niet heeft gedaan. Ja, daar heeft die consument echt... Nee, maar... Ja, maar daar moeten we nu wel even vanaf. Hè. Dus de Vlaamse regering moet haar ding doen. Maar je hebt nu, ik ga dat toch nog eens herhalen, een momentum op federaal niveau, waarin dat steeds meer partijen gevonden zijn voor een of andere vorm van een btw-verlaging. En dat is de essentie nu. En een momentum in de politiek moet je grijpen. En wij zijn bereid om ons wetsvoorstel dat woensdag in de commissie van Financiën wordt besproken, om dat terug te trekken als er een ander wetsvoorstel is. Want ik ben er absoluut voor dat we nu ageren. Er is nu een meerderheid en we moeten die meerderheid federaal nu niet verprutsen. Want de mensen hebben niet de luxe om hun betalingen uit te stellen. Die zitten nu in de miserie. Dus laten we die meerderheid nu gebruiken
maken om die 6% te doen dalen, federaal. En laat de Vlaamse regering inderdaad ook haar werk doen. En laten we hier geen rondje doen van federaal doen we niet, zoals mevrouw Almachi zegt. En het is aan de Vlaamse regering. Niemand heeft daar boodschap aan. Federaal moet nu ageren voor de 6%. Een uitgestoken hand van PvdA. Ja, er liggen inderdaad verschillende voorstellen op tafel. Maar hij wil gerust de uw naam eronder zetten, tijdelijk maar dat van gaat maken, hem niet onder de naam het is het moment zetten, om het te vragen. De federale regering gaat binnenkort zijn opdracht geven aan de minister van der Straaten om samen te werken met minister Van Petegem. Ze gaan alle verschillende voorstellen bekijken en kijken wat de impact is, de doelgroep is en hoe het snel kan ingevoerd worden. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Het moet wel snel gebeuren. Uiteraard, het moet snel gebeuren. Wil je op vrijdag te landen, het volgende kernkabinet? Wij hopen dat, want de tijd dringt. De facturen zijn immens hoog. Ja. Het zijn nu de koudste maanden. Het moet snel gebeuren. En dan moeten er maatregelen komen die een zeer grote impact hebben en zeer snel en efficiënt zijn. Raken wij eigenlijk ooit nog af van die hoge energieprijzen? Er is aan het begin van de crisis gezegd, dit is tijdelijk. Er wordt nu gezegd, ja, het zal toch langer duren dan gedacht. Raken we daar ooit nog van af? Het hangt eigenlijk heel sterk samen met het beleid dat wordt gevoerd bij ons en in Europa. Want een deel van die verhoging heeft natuurlijk te maken met het feit dat in heel Europa er kolen- en kerncentrales worden gesloten. Er wordt massaal ingezet op gas. De Nederlanders gaan hun gaswinning stopzetten, dus waar gaan we dat halen? Dat heeft een impact. En ondertussen hebben we nog nooit zoveel voor CO2-emissierechten betaald als vandaag. Ja. Vandaag is de prijs 3 keer zo hoog dan 1 jaar geleden. Dat wordt natuurlijk allemaal wel mee verrekend in die energieprijzen. En dan hoor ik bij de regering dat ze mogelijk er ook nog aan denken om in de toekomst de gasfactuur voor verwarming daar ook emissierechten op te laten toepassen. Ja, dan vrees ik ervoor dat het nu de piek wellicht wat achter de rug kan zijn, maar terug naar de prijs van vroeger met een dergelijk beleid, ja, dat komt er niet meer. Mevrouw de Prater, als de kerncentrales nu al waren dicht geweest en gedeeltelijk, tijdelijk vervangen door gascentrales, dan zou dat dure gas ook nog eens de elektriciteitsprijs omhoog hebben gejaagd, of klopt dat niet? Ja, maar momenteel hebben we wel kerncentrales en die factuur is nog nooit zo hoog geweest. Dus ik denk dat er sowieso inderdaad maar stel u voor dat ze vervangen moesten worden door gas. Dan wordt ze alleen maar hoger. Ja, maar de prijzen zijn nu ook al ongelooflijk hoog. Dus ik denk dat we wel moeten vaststellen dat er een groot probleem is. Niet alleen en dat er inderdaad structurele maatregelen nodig zijn. Voilà, dat kerncentrales, al dan niet dicht, dat gaan we misschien openlijk ergens in april weten. Er is nu dat voorstel van Egbert Lagaard die zegt, ja, maar moeten sowieso nieuwe kerncentrales, vernieuwde, waar ook Frankrijk en Nederland op inzetten, voorkomen. Anders komt er geen kernuitstap. Wat vindt u van die heldere boodschap? Maar voor ons is er een heel duidelijke voorwaarde en die kernuitstap die is er altijd al geweest en dat is de factuur en de betaalbaarheid. Als andere partijen daar andere voorwaarden aan koppelen, moet dat uiteraard worden besproken. Maar zoals ik zeg, die factuur is nu ook al heel hoog. Misschien is dat een goede voorwaarde voor een lagere factuur. Wel, die lagere factuur, dat is inderdaad voor onze essentie. Maar dat zijn allemaal discussies die zeer interessant zijn. Maar op dit moment, met deze facturen, heeft niemand daar iets aan. Kernenergie moet open blijven voor de toekomst? Wel, we zijn een mogelijkheid blijven bedoelen? Ja, wij willen daar met open ogen naar kijken. Wij zijn in België is er een heel grote expertise aan nucleaire technologie. Die willen we zeker en vast niet kwijt zijn. We moeten ook kijken hoe dat die technologie verder evolueert. Voor ons kan dat ook, dat er nieuwe kerncentrales komen van de nieuwe generatie. En ook die SMR's zijn voor ons zeker een optie. Dus daar willen wij zeker voor gaan. En we zullen daar ook initiatieven in toe nemen. Boodschap die u graag hoort? Ja en nee, want ik... Oei, nee. Omdat ik de indruk heb dat de VLD, het is jammer dat ze hier niet zijn, met een kluitje in het riet wordt gestuurd. En dat ze enkel en alleen de schrapping van dat befaamde artikel uit de wet op de kernuitstap, dat er geen nieuwe mogen komen, willen laten schrappen, maar vervolgens onvoldoende middelen vrijmaken om verder onderzoek te doen naar die centrales, zodat ze kunnen zeggen van, kijk, wij hebben de wet veranderd, maar we kopen er niks voor. Terwijl dat daar natuurlijk wel perfect werkende kerncentrales staan, die nog jaren stroom kunnen produceren aan, volgens meneer Mertens, lage prijzen. Meneer Mertens, dus moet kernenergie voor de toekomst ook een optie blijven? Ja, maar de partij die de BTW heeft verhoogd op energie spreekt hier nu over lage facturen. Laat mij toe om dat een beetje hypocriet te vinden. Kijk, als je nu Electrabel NG bekijkt, dus het zijn de gascentrales op dit moment die de prijzen bepalen. En dus die kerncentrales zijn afgeschreven. En toch doet NG Electrabel de rekeningen, stuurt ze de facturen aan die hoge prijzen. Dat zijn woekerpraktijken die vandaag gebeuren. En dus wij zeggen, je moet dat aanpakken, 1. En 2, je moet structureel op de factuur ingrijpen. En dat doe je mee aan BTW, want het gaat om een basisbehoefte en niet om een luxe product. Goed, we zullen zien of Tine van der Straaten en Vincent van Petegem van de week met een oplossing komen en of dat dan ook afgeklopt wordt binnen de regering. Dank u wel alvast voor dit gesprek. Ja, want veel vragen die blijven inderdaad nog beantwoord. En dat zal een beetje afhangen van de politieke beslissing, wanneer dat die valt. En zodra we meer weten, willen we uw vragen ook aan hen
voorleggen. En ook de Ombudsman voor Energie houdt zich beschikbaar de komende zondagen. Stuur ons dus uw vragen over uw factuur en de aanpak die nodig is door. En zodra er groen licht is, roepen we iedereen hier samen rond de tafel. Ja, mailen kan u naar dezevendedag@1.be. Vergeet vooral uw naam en uw telefoonnummer niet, zodat we u tijdig kunnen contacteren. Ik ben Björn Soenes en ik bevind me in Florence, Arizona, midden in de woestijn, al waar Donald Trump een grote rally houdt met heel veel aanhangers. Straks meer in de zevende dag. Goedemorgen, ik ben Mark van Ranst. Momenteel ben ik nog op de Schelde Kanje in Antwerpen en ik hoop zelfs op tijd op de VRT te zijn voor de zevende dag. Het zal waarschijnlijk weer over coronavirus gaan, denk ik. Tot zelfs. Hallo, ik ben Evelien Masco, VRT-correspondent in Australië. En ik geef straks meer toelichting bij het visumverhaal van tennisspeler Novak Djokovic. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Du coup. Oui, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. L'enfer van Stromae, waarin hij zingt over zijn suicidale gedachten. J'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. En dat heeft hij van de week gelanceerd op TF1 in het journaal. En meteen heeft dat heel veel impact gehad. Bij ons hier Laurens Luitenen, M&M-DJ en ook onder meer te horen bij Generation M. En ook Yellow Stalus, bekend als Young Yellow. Je was hier sowieso geprogrammeerd als onze muzikale gast. Ja. Maar het kwam vandaag goed uit, want jij schrijft ook over heel persoonlijke dingen in jouw muziek. Wat vind jij van wat Stromae gedaan heeft? Ik vind het fenomenaal. Ja? Persoonlijk vind ik het een ongelooflijke artiest, muzikant, producer en vooral ook performer. Maar ik vind dat heel belangrijk dat er in muziek en zeker... bij iemand met zo'n platform, dat er over zo'n zaken wordt gesproken, dingen die wij eigenlijk allemaal voelen en waar te weinig over wordt gesproken. Ja. Ik denk dat dat belangrijk is, zeker voor jonge mensen die voor de eerste keer zo'n gedachten of gevoelens ervaren, om te zien van, ik ben niet abnormaal, ik ben niet alleen. Ja. Of zo. Hebben jullie dat inderdaad gemerkt ook bij jullie luisteraars? Ja, zeker. Het is gewoon ook superpopulair natuurlijk. Stromae, ja... Het is een fantastische artiest, wat hij ook doet. Die komt altijd met nieuwe dingen, die blijft verrassen. En zeker als het dan over zo'n onderwerp gaat, dat raakt natuurlijk. Ook dat zie je keihard op alle social media. Hè. Het gaat heel hard. Mensen zijn enorm dankbaar dat Stromae dat ook doet. Het was ook big hit hier op M&M bij ons. Dus we hebben het ook zelf gemerkt dat het gewoon zo belangrijk is dat hij dat maakt. Je hebt ook van de week een gesprek gehad met Floris, een meisje met MCDD. Dat is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Zij was ook heel blij dat Stromae dit deed. Laten we misschien even kennis maken met Floris. Dat doet heel veel met je. Als het zo iemand spreekt over iets, ook al is dat geen taboe meer of minder een taboe, dat doet echt wel iets met je, want dat laat je echt gehoord voelen. En ik ben wel blij dat hij daar iets over heeft gezegd, want heel veel mensen denken van die grote sterren, dat is allemaal een perfect leven dat hij heeft. Maar Stromae heeft echt wel laten tonen van kijk, het is niet allemaal perfect en wij kampen ook met moeilijke dingen. Wij bedoelen zo hem dan en andere sterren. Nee. Dus ik ben blij dat hij daar iets over heeft gezegd. Is dat een beetje de teneur van de reacties die jullie hadden? Ja, zeker. En ook verhalen echt van mensen die daar nu pas over durven spreken. Die doordat ze over het nummer van Stromae spreken, dat er ineens iemand zegt op café, ik heb dat eigenlijk ook. Ja. En dat is de bedoeling. Ja. Daardoor merk je dat het zijn effect heeft en waarom dat het belangrijk is dat Stromae dat doet. Iemand zei, ik weet al niet meer waar van de week, wat Stromae doet, heeft meer impact dan... 1000 flyers over van een of andere organisatie die zegt spreek over je problemen. Tuurlijk, ja. Het is heel persoonlijk. Hè. Het is gezien en meent dat. Dat is ook een mens, ook al is hij razend populair en grote artiest. Die heeft dat ook bij een campagne, hoe goed dat de campagne ook mag zijn, of een flyer, dat is onpersoonlijker. En het voelt altijd zo van, het is voor ons...
arme stakkers bedoeld om ons te bereiken of zo. Maar het komt niet op dezelfde manier binnen. Hij schrijft natuurlijk ook fantastisch, waardoor dat je het echt voelt. Maar sowieso, ja, taboe. Ik denk niet dat dat per se een echt maatschappelijk taboe is of zo, want we durven daar wel over te praten. Het is vooral moeilijk om aan de mensen om je heen te vertellen van ik zit hiermee, ja, omdat je wilt die ook niet shockeren. Ja. En daarom proberen mensen dat eerst op zichzelf op te lossen. Ook omdat ze moeilijk, denk ik, het onderscheid kunnen maken tussen ik voel mij slecht en ik heb het gevoel dat ik zelfmoord wil plegen. Ja. Het slecht voelen is heel normaal, daar hebben we allemaal voor. Maar een deel van de mensen, sommigen niet, sommigen wel, hebben als reactie daarop misschien is dat gewoon een abort mission. Ja. Hè? En dat is gewoon een gevolg van dat ze zich slecht voelen. En dat is niet zo erg. We zagen ook van de week weer de cijfers van het mentaal welzijn van jongeren. Die liggen ook weer op een dieptepunt, kan je wel zeggen. 37% volgens Sensano van de jongeren zegt, ja, we zijn echt heel ontevreden. Corona heeft daar natuurlijk veel mee te maken, zeker de zoveelste golf na de zoveelste golf. Is dat ook iets wat jullie merken, dat gevoel van uitzichtloosheid, dat toeneemt bij heel wat van jullie jonge luisteraars? Ja, mensen stellen zich ook gewoon vragen, hè, van is dit nog allemaal wel nodig? En ik wil gaan dansen en ik wil bij mijn vrienden zijn en ik wil gewoon leven, ik wil gewoon doen wat ik wil. Want veel jongeren hun recht ook vinden. Ze verstaan het, hè? Iedereen verstaat het, al die maatregelen. Maar het is niet dat ze daar geen vragen mogen bij stellen. Maar merken jullie bij jullie luisteren dat het afgelopen jaar, anderhalf jaar, dat inderdaad wel toeneemt, dat gevoel? Ik heb het gevoel eerder dat het juist begint te stabiliseren. Dat we er gewoon aan geraken. Dat we er gewoon aan geraken. Ja. Maar er is heel veel aandacht gegaan de laatste tijd, het laatste jaar, naar dat mentaal welzijn. En dat is het belangrijke. Ja. Dat corona eigenlijk toch heeft. Dat inderdaad. En Stromaar nu ook weer mee op de agenda heeft gezet. Ik zei het al, hè, jij was hier sowieso gepland om langs te komen vandaag. Want jouw muziek ook, hè, dat staat ook vol met wat jij persoonlijk hebt meegemaakt en jouw jeugd. Laten we misschien even een fragmentje horen van Luchtkasteel, wat je zo meteen ook voor ons gaat brengen. Zeer persoonlijke tekst. Je hebt dat ook gebracht in de toetsessies afgelopen december. Was je opgegroeid waard zonder grote tv? In een onverzorgd huis van het OCMW met twee broers, één zus en uw alleenstaande moeder, die de resten van haar twee exen probeerden op te voeden. Was uw oudste aandenken aan uw jeugd? Het beeld is van uw ouders die ruzien aan de deur. Was uw vader geen man, maar een kind was en uw gezin in feite helemaal geen gezin was? Ja, heel persoonlijk. We zien ook trouwens een foto van, denk ik, jouw twee halfbroers en jouw adoptief zusje. We kennen die nu allemaal. Ja, mijn broers en mijn zus. Mijn broers en mijn zus, voilà. Door de teksten leren we die ook kennen en wat zij ook hebben meegemaakt. Waarom doe je dat? Want ja, het is heel kwetsbaar, hè, wat jij vertelt. Ja, omdat vroeger vond ik dat moeilijk om daarover te vertellen. Ik denk dat niemand dat super graag doet. En ja, misschien tegen uw naaste wel. Maar ik denk net door heel open te zijn over wat dat er in uw leven gebeurt, dat je dat kunt normaliseren. Want overal, ook gezinnen waar dat alles schijnbaar goed lijkt te gaan, waar dat de ouders wel nog samen zijn, overal zijn er moeilijke dingen. En hoe meer dat we daar eerlijk over zijn, naar elkaar toe, hoe meer dat we gaan kunnen snappen van oké, dat is oké, het hoort erbij. Ja. Het is niet zoals het allemaal lijkt. Daar zing je eigenlijk ook over, hè, in Luchtkasteel, dat er soms inderdaad mensen zijn die wel in zo'n wereld leven, hè, met chique auto's en een mooie villa, en die naar jou kijken en denken, man, waarover tuurlijk, heb je het? Tuurlijk, maar het nummer is natuurlijk vanuit een gevoel geschreven van frustratie, van ik heb al die dingen niet. Maar dat wil niet zeggen dat mensen die misschien veel meer privileges hebben gehad, dat die ook niet hun dingen hebben. Iedereen heeft het. Ja. Dus, allez, ik wil de vergelijking mode eigenlijk niet maken. Een nummer is natuurlijk een momentopname. En jij mag een alles, hè, op een plaat. Natuurlijk, het is deze, hè, Marcel en het magnetisme van de goot. Geweldige titel ook. Wie is Marcel? Want het is niet zomaar, hè, een cd-titel. Nee. ja, het is een conceptplaat. Marcel is een fictief figuur, maar het zijn wel echte verhalen uit mijn omgeving. En Marcel is een gast die heel graag op zijn impulsen ingaat, veel gaan drinken, niet thuiskomen, niks laten weten. Eigenlijk zijn leven stilletjes aan verknoeit. En hij weet dat ook wel, maar
hij kan het niet tegenhouden. De drang volgen is belangrijker dan, ja, dan de zaken op orde te houden. En het zijn verhalen over Marcel afgewisseld met echt nummers die uit de ik, echt ja. persoonlijke nummers. Ja, dat is een beetje een schaduwzijde van mezelf. Ook voorbeelden die ik zelf heb gehad. Ja. En het album gaat over die strijd tussen ja, belast zijn met een, ja, een drang om alles kapot te maken, het magnetisme van de goot, ja, en daar tegenin gaan. Ja. Corona heeft ook wel bij jou wat dingen in de war gestuurd, onder meer een puk op optreden. Maar ik heb begrepen, 2 april in de Roma, volle bak. Er is nog wat plaats. Ja, er is nog een beetje plaats. We hebben het opgetrokken tot de volledige capaciteit. Maar we zitten wel op, denk 70-80%. Dus ja. Het zijn de laatste weken. Tegen morgen zit dat dan vol. En dan zijn ook de Mia's nog. 3 februari ben je ook voor genomineerd. Dus wie weet, komt dat er ook nog bij. Ik zou zeggen, vertrek al maar naar het podium om ons zo meteen Luchtkasteel voluit te brengen. Laurens, nog even naar jou. Morgen Blue Monday. Dat wordt de deprimerendste dag van het jaar genoemd. Gaan jullie daarop M&M een antidotum tegengeven? Wij gaan vooral zorgen dat mensen goed gezind gaan wakker worden. Meteor komt morgen vroeg in de grote Peter van de Vijre ochtendshow om een happy song te brengen. Kijk, voilà, een happy song. Daar kijk ik al vooruit. Maak je op danken om langs te komen. En vooral natuurlijk voor wie met die donkere gedachten zit, weet dat je altijd terecht kan bij de zelfmoordlijn 1813. Chatten kan ook op zelfmoord1813.be. En blijf zeker, zoals ook de maestro het zingt, niet alleen zitten met die donkere gedachten. Intussen is Young Yellow op het podium aangekomen. Hier is hij met Luchtkasteel. Jij kijkt vanuit de villa in de wijk, waar de wind niet komt, waar de liefde niet verdwijnt en die riekt als stront. Tuinmannen trots kijken naar de frisse gazon en de huisvrouwen klagen zonder te weten waarom. Jij kijkt van op de skireis in Les Deux Alpes, die afdaling op de zwarte piste was uw allerdiepste dal. Of misschien dat incident een derde dag, zo'n schoon nieuw pakje en niemand die het zag. Jij leeft vanuit de optiek dat zekerheid normaal is. Dat iedereen zijn weg terugvindt als ze verdwaald is. Dat iedereen kan terugvallen op zijn vader wanneer de schulden opstapelen tot grote financiële katers. Als jij gelukkig zij, dan ben ik blij. Maar wijs niet met dat ongevormd vingerke naar mij. De wereld is een strand thuis, een drama, nog een feest. Dat je kent uit al die boekjes die je leest. Stop mijn leven in een luchtkasteel, want je hebt er alles, maar je mist zoveel. Prinseske, stop mijn leven in een luchtkasteel. Ik zei u alles, maar je mist te veel. Was je opgegroeid waard zonder grote tv? In een onverzorgd huis van het OCMW met 2 broers, 1 zus en uw alleenstaande moeder, die de resten van haar 2 exen probeerden op te voeden. Was uw oudste aandenken aan uw jeugd? Het beeld is van uw ouders die ruzien aan de deur. Was uw vader geen man maar een kind was en uw gezin in feite helemaal geen gezin was? Stel dat de vader van uw broers niet meer had nagelaten dan die Congolese roots. Als ze beloofden om te komen op verjaardagen, liet hem ze heel de dag hopend door het raam staren. En stel dat uw geadopteerde zus schizofreen werd na experimenten met drugs en dat ze later zou bevallen in de psychiatrie van een zoontje dat ze nu nog altijd amper krijgt te zien. Veel te leven in, nooit geld voor vakantie, zelfs die naar binnen op een marginale camping elke zomer teruggedwongen worden naar een kamp. Ik zat niet maar bij jou wat de zonnen op het strand. Als je zo'n 7 had gezien, had je dan ook niet soms de wens om niet te leven sinds je 10? Worden dan zelf niet op je 12 beginnen roken? Worden dan op je 13 niet voor de eerste keer bezopen? Even serieus, had jij dan nog een keus? Als je vader op je 16 snuift voor uw neus en ondertussen al zijn geld erdoor begint te halen, schulden die hem nu nog altijd af zit te betalen. Vind het raar dat ik soms zoveel angst heb? Ik heb geen plan B, ik heb geen fucking vangnet. Snap je nu waarom ik zou pas mijn bezetene? Ik heb niet al die dingen voor geld zelf kunt rekenen. Stop mijn leven in een luchtkasteel, want je hebt er alles, maar je mist zoveel. Prinseske, stop mijn leven in een luchtkasteel. Ik zei u alles, maar je mist te veel. Je snapt niet alles wat er in mij speelt.
Kunnen we binnenkort enkel nog op café, naar de cinema of het voetbal als we kunnen bewijzen dat we gevaccineerd zijn? De discussie loopt in de Vlaamse en federale parlementen. Laten we er intussen nog eens enkele vaccincijfers voor Vlaanderen bijnemen. De boostercampagne loopt goed tot zeer goed. 3.724.328 Vlamingen, en dat is het cijfer tot donderdag, die lieten zich al boosteren. Dat is bijna 70% van alle meerderjarigen. Vlaanderen is daarmee koploper in Europa, na IJsland en Malta. Ook België als geheel scoort meer dan behoorlijk. Wallonië en vooral Brussel lopen nog achter. Niet zo ver boven 35ste en laatste Roemenië. En voor de vaccinatie van de 5 tot 11-jarigen is er wel nog wat werk aan de winkel. Van de 512.278 kinderen die zijn uitgenodigd, is nog maar een kleine 26.000 geprikt, of net iets meer dan 5%. Maar de kindjes die zich lieten prikken, die zien het wel helemaal zitten. En daar, de mama zit daar ook. Moet je dat gewoon al doen vanaf het begin? En ook, ik weet niet waarom je je niet zou laten vaccineren. Ja, omdat kinderen niet zo ziek worden, blijkbaar. Nee, maar dan... Maar... Voorkomt dat je je ouders ziek maakt, je oma en opa. Ja, verstandig jongetje, zou ik zeggen. Goedemorgen, minister Beke, Vlaams minister van Volksgezondheid. Goedemorgen. Eerlijk gezegd, die kindervaccinatiecampagne die loopt nog maar een goede week op echt volle toeren. Mogen we toch zeggen dat het iets wat aarzelend op gang komt? Wel, het gros van de uitnodigingen die zijn nu de deur uit. Dus we gaan de komende twee weken zien wat de responsgraad is. Het is moeilijk om daar nu definitieve cijfers op te plakken. En ik begrijp ook wel de aarzeling. Het is minder evident, omdat de afweging ook een stukje delicater is. Het gaat niet alleen over wat is bij een besmetting de impact op mijn persoonlijke gezondheid, maar ook... Zoals dat kindje dat heel goed gezegd heeft. Ja, zelfs als je niet besmet bent, kan je wel drager zijn van het virus en kan je ook wel anderen besmetten. En kan je dus bijdragen tot die viruscirculatie. En dus die twee afwegingen die worden gemaakt. Klopt het dat vooral ouders met de jongste kinderen, 5, 6, 7, nogal sterk aarzelen? In de eerste cijfers, maar zoals u gezegd heeft, het gaat over een 27.000 kinderen tussen 5 en 11 jaar, blijkt inderdaad dat hoe lager de leeftijd, hoe minder dat men zich laat vaccineren. Nu, dat hebben we eigenlijk ook wel bij de grote populatie gezien. 65-plussers laten zich nog meer vaccineren dan mensen onder de 65 jaar. Alhoewel in Vlaanderen bij de volwassen bevolking meer dan 9 op de 10 gevaccineerd is. En bij de groep tussen de 17 en de 12 jaar toch ook wel 87% gevaccineerd is. Maar het is inderdaad zo, en ik vind dat ook niet zo heel onlogisch. Nee, maar komt er misschien nog een extra aansporing, een extra campagne om ouders te overtuigen? Wel, we zijn een aantal campagnes inderdaad aan het doen om dat te kunnen doen. Ook om mensen te informeren. En wanneer men twijfels heeft, en dat begrijp ik heel goed, dat men zich vooral laat informeren. En wij kijken ook voortdurend naar wetenschappelijk onderzoek en dat evolueert elke dag opnieuw. Maar als ik kijk nu naar de meest recente elementen, dan zien we dat de kinderen die bijvoorbeeld lijden aan diabetes of astma of een aantal onderliggende aandoeningen hebben, en als zij besmet zijn en niet gevaccineerd, dat de kans dat zij in een ziekenhuis en zelfs in een ICU terechtkomen toch wel een stuk hoger is. Ja, en daar hebben we toch ook wel heel wat kinderen van. Ja. En als je dus met kinderen in de klas zit die diabetes zijn, die een probleem van astma hebben of obesitasproblemen hebben, ja, dan kan je die ook wel mee besmetten natuurlijk. Dus het is het globale overzicht dat telt. Het middelbaar, meneer de minister. Veel middelbare scholieren zijn 1, 2 keer gevaccineerd en toch, blijkbaar volgens de cijfers, circuleert het virus heel fel in het middelbaar onderwijs. Is daar een verklaring voor? Wel, ik denk dat, en dat is ook logisch, dat de jongeren natuurlijk heel veel contacten hebben. Ik denk dat wat de volwassen populatie betreft, dat men over het algemeen toch wel veel gehoor heeft gegeven aan de oproep om het aantal sociale contacten proberen wat te beperken. Vooral in te zetten op die professionele contacten. En dat dat over het algemeen goed gevolgd is geworden. Maar ja, jongeren die nu terug ook naar school gaan, de scholen zijn sinds een week terug open,
dan is het logisch, denk ik, dat je dat wat hogere viruscirculatie ziet. Dat is ook en los van wat het onderwijs zelf kan doen, hè, mondmasker, het ventileren, wordt er natuurlijk meer en meer ook gedacht voor die leeftijdsgroep aan de boosterprik. Wat vindt u daarvan? Ja, inderdaad. Ik krijg daar ook heel wat vragen over. Mijn zoon zit in het zesde middelbaar, zou graag op Rome-reis gaan. En de vraag, ja, maar hebben we dan een boosterprik nodig? Is zo een van die vragen, los van wat dat voor hun gezondheid zou kunnen betekenen. Maar dat is ook de reden waarom dat wij een advies gevraagd hebben aan de Hoge Gezondheidsraad. En ik hoop dat we dat snel gaan krijgen om ook voor de 12 tot 17-jarigen een boosterprik te geven. En we zullen kijken wat dat advies oplevert. En als dat advies positief is, dan zullen we dat ook invoeren bij ons. Op zich denkt u wel dat dat nuttig kan zijn? Maar er zijn een aantal landen die dat intussen al gedaan hebben. Er zijn ook andere landen die in afwachting van het Europees Geneesmiddelagentschap, want die heeft daar ook nog geen uitspraak over gedaan, intussen met hun nationale hoge gezondheidsraden daarover aan het discussiëren zijn, zoals wij waarschijnlijk volgende week of de week nadien ook zullen doen. En dat kan dan ook op vrij korte termijn opgestart worden? Ja, u weet dat onze vaccinatiecentra volop draaien. Vorige week zijn er 500.000 prikken gezet. Dus dat is terug full speed. En dus dat zou daaraan toegevoegd kunnen worden wanneer we daar een positief advies over krijgen. Dan komen we bij een volgende kwestie die nu ook speelt, de verplichte vaccinatie en hoe vaak we ons zullen moeten laten vaccineren. Aan de parlementen is nu gevraagd om daarover na te denken, omdat er heel veel aspecten aan verbonden zijn. Hoe staat u zelf tegenover het idee van de vaccinatie? Plicht, de vaccinatiepas eigenlijk? Wel, dat zijn twee verschillende zaken. Hè. Ikzelf en mijn partij, wij hebben al een tijdje geleden gepleit voor een vaccinatieplicht. Mm-hmm. We hebben tot nu toe een vaccinatiecampagne gevoerd die wat gedragswetenschappers de nudging noemen. Hè. Dat betekent de mensen aansporen om zich te laten vaccineren. En nog eens, in Vlaanderen toch wel met goede cijfers. Hè. 93% van die volwassen bevolking is gevaccineerd. Maar die 7% is niet gevaccineerd. En ja, het zijn wel zij die in overgrote mate ook in die ziekenhuizen terechtkomen. En dan is de vraag, hoe kan je verder inzetten op zo hoog mogelijke vaccinatiegraad? En daar is denk ik ook wel voortschrijdend inzicht. Waarom was dat een jaar geleden een element waar toen gezegd werd, dat gaan we niet doen? Omdat toen die vaccins pas op de markt waren. Intussen zijn we ook wel een jaar verder, zijn er in heel de wereld al miljarden mensen gevaccineerd, loopt het wetenschappelijk onderzoek over de effectiviteit en de efficiëntie van die vaccins volop. En denk ik kunnen we wel zeggen dat een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bereiken, dat dat ons echt wel kan helpen. En daar kan een vaccinatieplicht of een 1G-beleid, dat betekent gecombineerd met een pas, een antwoord op zijn. 1G straks nog, maar daar zijn natuurlijk toch echt wel belangrijke ethische en ook maatschappelijke vragen aan verbonden. Hè? Want het recht om op café te gaan, naar theater te gaan, naar een voetbalmatch te gaan, dat zijn eigenlijk allemaal grondrechten. Hè? Daar wordt nu een voorwaarde aan verbonden. Dat gaat toch ver? Wel, maar we hebben het voorbije jaar moeten vaststellen dat, kijk naar de vierde golf, dat we een aantal beperkingen hebben moeten doen, dat we onze sociale contacten hebben moeten beperken, net omdat we met zo'n sterke viruscirculatie zaten. Dus onze grondrechten, waar dat u terecht over spreekt en die we moeten koesteren, die ook maximaal moeten gewaarborgd worden, die zijn in de feite al een stukje teruggeschroefd geworden, maar ook net, nu? Omdat we in een pandemie zitten. Maar ook net, dus, jawel, maar ook net nu gaan we misschien naar iets endemisch. Wordt Omicron misschien de redder? En Mark van Rans zei het al, misschien wordt dat een soort gewone griep. Om dan nu over een vaccinatieplicht te beginnen nadenken. Ja, maar ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Eigenlijk is de vraag, hoe kunnen we onze vrijheden maximaal zien in een periode waarin dat we in een pandemie, en laat ons hopen in een endemie, terechtkomen, om uiteindelijk terug in een stukje genormaliseerde wereld terecht te komen. En die vrijheid die is niet onvoorwaardelijk. Hè. Dat is een voorwaardelijke vrijheid. Net zoals we, als we op de baan willen rijden, dat we ook een rijbewijs nodig hebben. Als we een restaurant willen openen, dat we moeten voldoen aan de regels over de voedselveiligheid. Dus er zijn een aantal regels die maken dat we dingen kunnen en andere niet kunnen in onze samenleving. En dat is denk ik met vaccineren ook zo. We hebben een vaccinatieplicht, bijvoorbeeld voor de polio. Ja. Voor de zorg zijn er nog andere vaccinatieplichten. En als we naar het buitenland gaan, als we naar Zuiderse landen gaan, dan zijn er heel veel landen die zeggen, u komt alleen maar binnen
als u gevaccineerd bent, omwille van uw bescherming, maar ook omwille van de bescherming van de volksgezondheid van onze eigen bevolking. Overigens, de parlementen moeten daar nu over nadenken, maar komt de vaccinatieplicht eigenlijk niet binnengeslopen? U verwees al naar het voorstel van coronacommissaris Facon, gesteund door federaal minister Van den Broeke, het 1G-beleid, dus een vaccinpas. Je kunt enkel iets doen als je kunt bewijzen dat je gevaccineerd bent. Dat is eigenlijk de vaccinatieplicht, toch? Dat is een ontvloerste vaccinatieplicht. Laat ons wel daar... vaccinatieplicht. Ja, ik betwist ook niet wat u zegt. Hè. Dat is een meer ontvloerste manier om een vaccinatieplicht in te voeren. Dat is niet rechtstreeks, maar dat is onrechtstreeks door op een aantal vrijheden te beknibbelen. Onze partij heeft gezegd, kijk, laat ons, en ik sta er ook wel achter, laat ons dan gewoon de zaken benoemen zoals ze zijn. Laat ons helder en duidelijk zijn. Eigenlijk gaan we voor die vaccinatieplicht. Ik weet dat er discussies zijn en ik denk dat dat belangrijk is, ook in het parlementaire debat. Hoe ga je dat dan afdwingen? Hoe ga je dat dan sanctioneren? Maar polio is ook verplicht. Daar kunnen we ook inspiratie uit putten om te kijken hoe gaat men daarmee om? Hoe gaan de parketten daarmee om? Wanneer dan mensen blijkbaar zich niet laten vaccineren. Dat gaat over heel kleine aantallen. Maar dat gebeurt en dat betekent dat er ook elk jaar honderden PV's worden uitgestuurd voor diegenen die zich niet laten vaccineren, bijvoorbeeld met polio. Nog één vraagje, meneer Beke. Ik weet niet of u het wintermanifest hebt gelezen van die 111 academici en maatschappelijke spelers. Zij pleiten voor een nieuwe aanpak. Hè? Weg van het louter virologisch en infectiologisch meer rekening houden met onderwijs, met de maatschappij. Is het tijd, hoog tijd, voor een nieuwe aanpak van dat wetenschappelijk comité dat voorstellen doet? Wel, voor u zit de minister van Volksgezondheid en van Welzijn. Mm-hmm. En de voorbije anderhalf jaar, twee jaar hebben we geprobeerd om in die hele pandemie die twee zaken ook te combineren. Puur virologisch zou het bijvoorbeeld misschien interessanter geweest zijn om de scholen volledig te sluiten. Maar voor het welzijn van de kinderen, op vele vlakken, hebben we maximaal ingezet om die scholen open te houden. En daar was iedereen het over eens. Dus dat is al gebeurd, die ruime aanpak, zegt u? Als ik kijk naar wat de stringency index is, dat zijn een aantal parameters van maatregelen die in heel de wereld worden genomen, in verschillende landen worden genomen, dan moeten we vaststellen dat we niet de strengste leerling van de school zijn, net omdat die combinatie van hoe gaan we met dat virus proberen die viruscirculatie maximaal te onderdrukken, maar ook hoe kijken we naar het welzijn van kinderen, maar ook naar de mensen die moeten gaan werken en op andere vlakken. Kunnen we dat mogelijk maken? Vaak is in het overlegcomité het als een soort gevecht gezien tussen de virologen aan de ene kant en de politiek aan de andere kant. Ik moet u zeggen dat ik dat van binnenuit toch altijd anders heb ervaren. Namelijk, hoe combineren we die strijd tegen dat virus voor de volksgezondheid met datgene wat zo belangrijk is voor het welzijn van de mensen. En in die zin is dat een boeiend debat. Dat is inderdaad een boeiend debat. En dat is meteen ook een perfecte voorzet voor dat debat. Dank u wel voor uw komst, minister Beke. Alsjeblieft. Na bijna twee jaar pandemie is het tijd voor een coronabeleid dat verder kijkt dan morgen. Dat is, kort samengevat, de boodschap van meer dan 100 wetenschappers, opiniemakers en mensen uit het middenveld. Ik teken zelden manifesten, ik ben daar heel voorzichtig mee. Maar in dit geval gaat het vooral over een pleidooi om na te denken over hoe kunnen we op lange termijn met deze pandemie omgaan. Het is heel begrijpelijk dat er zeker in het begin van een pandemie gezegd wordt van wat moeten we doen? We gaan luisteren naar de virologen. Nu zijn we wel al een eind verder. Gaan wij blijven boosteren? Gaan wij blijven corona passen? Gaan wij blijven eigenlijk de jongeren voortdurend slachtofferen voor het minste? Dat debat moet vrij zijn en open zijn. Ook als daar misschien iets kan uitkomen dat misschien wringt met eerder de beleidskeuzes die gemaakt geweest zijn. Ja, moet de gems op de schop? Is er nood aan andere experten die de regering adviseren? Nu, we moeten leren leven met Omicron en co. Twee ondertekenaars van dat wintermanifest bij ons aan tafel. Inge van Trimpont, directeur van de CLB's in het gemeenschapsonderwijs en professor Rectors, nog altijd professor kerkelijk recht aan de KU Leuven. En dan twee leden van die fameuze gems. Maarten van Steenkens, de motivatiepsycholoog en professor aan de UGent. En welbekend professor Mark van Rand, nog steeds viroloog aan de KUL. U schreef op Twitter na dat manifest niet bijzonder respectvol. Het is kritiek dat bijt. Het staat iedereen vrij natuurlijk om gelijk welke mening daarover te formuleren. Maar nee, wanneer je moet zelfs niet tussen de lijntjes te lezen.
om dat toch wel bijzonder aanvallend te vinden. En als een uitnodiging tot debat, een debat wat nuttig kan zijn, zonder enige twijfel, maar als uitnodiging voor een debat was dat toch wel bijzonder scherp. Wat stak dan vooral? De toon, vooral. De toon en ook het gebrek aan het niet hebben van een alternatief. Ja? In een tekst wordt heel breed uitgegaan of ingegaan op hoe het verslag van vergaderingen er moet uitzien. Details die volgens mij daar compleet waardeloze of nutteloze informatie in zijn. Maar er wordt niet vergeleken met de situatie van wat als we nu niks zouden gedaan hebben. Dat gaan wij proberen te doen. Ja. U zegt ook op een bepaald moment, het zijn de achteraf-experten die daar zitten. Wel, er zijn achteraf experten, dat is duidelijk. En dit is de moment dat die naar buiten komen. Nu, pas op, niet iedereen van die 100 mensen die dat ondertekenen, zijn specifiek achteraf experten. Maar dit is het moment dat die wel uit de spouwmuren komen in een kraakwitte kiel, terwijl de mensen die op het veld hebben gestaan of op het terrein daar vuil en bezweet zitten. En dan zeggen van met 100% van de informatie... Ja. Wij hadden dat toch anders gedaan. Torst, u hebt dat onderschreven. En de kritiek, zeker de analyse van hoe het gelopen is, is inderdaad wel spijkerhard. Hè? Tunnelvisie, gebrek aan ethisch bewustzijn, gebrek aan transparantie, louter het virologische voor ogen gehouden. Waarom hebt u dat ondertekend? Omdat ik het ermee eens was. Dat kan een goede reden zijn om papier te ondertekenen. En u haalt daar nu 4 zinnetjes uit, die inderdaad 4 kritische zinnetjes zijn, maar die ook al kort door de bocht worden samengevat. Dat die wel in de tekst onderbouwd worden. Zijn de hoofdstuktiteltjes eigenlijk? Dat zijn niet de titeltjes. Dat zijn stukken die u eruit haalt en waar ik al een begrip voor heb. Ik wil ook niet zeggen dat er dingen er niet in staan als er wel in staan. Maar dit is eigenlijk een manifest waar ik overigens geen verdienst aan heb op zich, want anderen hebben het geschreven en ik bewonder hen daarvoor. Anders was de toon misschien wel wat vriendelijker geweest. Dat weet ik niet. Ik ben nu ook niet de vriendelijkste. Maar wat ik eigenlijk heel belangrijk vind, is dat dit een manifest is dat naar de toekomst wil kijken. Het verleden is het verleden, daar moeten ook analyses over gemaakt worden. Die zullen misschien niet door iedereen even fijn worden gevonden. Daar kan ook kritiek worden op. Maar professor, laten we misschien toch starten bij die analyse om dan naar de toekomst te gaan. Wat is volgens u het fundamentele punt wat niet goed is gelopen de voorbije 2 jaar? Maar waarom wil u per se starten met de analyse van het verleden? Omdat we uit het verleden kunnen leren. Wat we uit het verleden kunnen leren. En omdat ook het manifest begint met de analyse van het verleden. Maar wat we uit het verleden kunnen leren, is dat het gaat om een heel complexe zaak. Dat zeker in het begin het duidelijk was dat we niet goed wisten wat er allemaal precies moest gebeuren. Dat er voortdurend ook aanpassingen moesten komen. Dat we veel hebben geleerd dat een mondmasker wel nuttig kan zijn, dat lokalen moeten verlucht worden, dat buiten het virus zich minder makkelijk verspreidt dan binnen. We hebben ook kunnen leren wat er in andere landen gebeurde en zo verder. We hebben veel geleerd. En dat is, denk ik, interessant. Maar we komen op een gegeven moment op een moment waarop we ook misschien wat moeten verbreden en verdiepen. Ja. We hebben de directe coronacrisis vanaf het begin stevig aangepakt. Maar nu zitten we in een tijd, na 2 jaar, waarin we ook misschien met alle stakeholders, zoals dat vandaag heet, moeten kijken wat er in de toekomst kan gebeuren. En dat zou open, transparant, sans rancune, zonder dat we daar met onszelf tussen zitten. Iedereen heeft ooit wel eens domme dingen gezegd gedurende de coronacrisis. Ja. Ik ook. Laten we daar abstractie van maken en gaan voor een open debat. Mevrouw Van Trimpot, waarom hebt u het ondertekend? Ik heb het ondertekend omdat het voor mij een appel is voor aan iedereen die een rol te spelen heeft en ook in de toekomst nog een rol zal te spelen hebben in het verdere verloop van de coronacrisis. We hebben inderdaad zeer veel geleerd uit de voorbije 2 jaren. Ik heb een immens respect voor iedereen en zeker de 2 mensen hier aan tafel, maar ook de anderen. En ongeacht uit welke discipline die hun schouders eronder gezet hebben, die op bepaalde momenten met soms heel weinig informatie in complexe situaties keuzes hebben gemaakt hebben, beslissingen. Dus voor mij is het geen afkeuring van een beleid. Maar er is wel de moment om vooruit te kijken. En dan denk ik, als ik kijk naar... Ik kan alleen maar spreken vanuit onderwijs, want dat is waar want er ik... Staat, want er staat wel in, ten aanzien van scholen en jongeren, is wel de fout gemaakt van te weinig aandacht te hebben voor gesloten scholen, de gevolgen daarvan, de mentale gevolgen, thuisonderwijs voor kinderen die daar niet toe in staat waren. Klopt, er is een hele goede keuze gemaakt om de scholen prioritair open te houden. Ik denk dat... Ja, dat kun je alleen maar bewonderen. En daar zijn enorm veel inspanningen voor gedaan. En ik denk dat we ook, als ik luister naar experten van de OESO, dat we daar goed aan gedaan hebben en dat we daar dat we misschien wel een voorbeeld geweest zijn. Anderzijds, als ik nu zie, zou het zinvol zijn naar de toekomst toe, mochten op het moment dat we nog maatregelen moeten nemen in onderwijs, bijvoorbeeld de contact- en tracings- en quarantaineregels, vandaag bijvoorbeeld,
die zijn niet uitvoerbaar op het terrein. U vindt eigenlijk dat men meer naar u moet luisteren? Het zou goed zijn op het moment dat we denken van er zijn nog test- en quarantaineregels nodig, maar we willen ook scholen openhouden in de betekenis. We willen ook onderwijs kunnen geven, niet gewoon we gaan kinderen opvangen, maar we willen ook onderwijs kunnen geven, om dan misschien te kijken van wat kan, wat is haalbaar en waar zijn de grenzen van wat is minimaal noodzakelijk. Is te weinig rekening gehouden met het welzijn van schoolkinderen? Op elk van die vergaderingen waar er over de scholen gesproken werd, daar zijn altijd mensen van de GEMS bij geweest om informatie te geven, om duiding te geven. U weet dat heel goed. Dat is trouwens Vlaamse materie, dat had dan met de GEMS nog minder te maken. Maar iedereen is daar altijd beschikbaar geweest om daaraan. Maar ik denk ook bijvoorbeeld dat naar aanleiding van inderdaad het thema welzijn, dat bijvoorbeeld Moodspace is een platform dat ontwikkeld is geweest, ook op aansturen van minister Weitz, om in het hoger onderwijs bijvoorbeeld echt concreet ondersteuning te geven aan studenten. Ik denk dat dit jaar is dat ik heb daar zelf ook aan bijgedragen. Ik heb dit jaar denk ik sterk gezien dat welbevinden meer en meer op de agenda is. Meer en meer, ja. U wordt natuurlijk ook wel eigenlijk aangesproken hè, in die tekst. Laten we daarin eerlijk zijn. Laten we een fragmentje bijhalen. Want niet iedereen heeft het Wintermanifest al gelezen. Andere expertises die werden betrokken, bijvoorbeeld psychologische, hè, dat bent u dan, en klinische, werden daarbij telkens geïnstrumentaliseerd ten behoeve van virologische en epidemiologische doeleinden. Namelijk, hoe kunnen we mensen motiveren om die maatregelen te volgen? Met andere woorden, u was er een beetje voor de propaganda, hè, om het ons allemaal te doen volgen. Dat is de kritiek. Dat is de kritiek, ja. Hoe kwam dat binnen bij u? Ja, dat is toch wel confronterend, denk ik. Als je al zoveel tijd ook die motivatie- en welzijnsbarometer, want misschien had ik het beter het zo genoemd, maar we meten voortdurend ook het welbevinden en we proberen ook terug te koppelen naar het beleid daaromtrent. Als dan zoiets gezegd wordt dat wij inderdaad secundair zijn, dan denk ik, ja, ik heb toch geprobeerd ook op bepaalde ogenblikken ook te wegen nemen, bijvoorbeeld. Maar misschien had u meer kunnen wegen. Ja. Ik denk, ik geef een voorbeeld waar het gelukt is. Gezeten, had u misschien meer kunnen wegen? Waar het bijvoorbeeld gelukt is, we zijn op een bepaald moment gegaan naar een herschikking van de vrije tijdsactiviteiten. Herinner u, in het lagere school en de middelbare school, we hebben er actief voor gepleit om binnen de marges van het epidemiologische creatief te zijn. Maar had het kunnen helpen? Had u een maatje gehad in Ik denk wel, en ik heb op een bepaald moment daar zelf ook op aangestuurd om laten we zeggen, extra expertise aan boord te krijgen. Ik denk wel dat inderdaad dat op zich wel goed zou zijn dat we, en zeker vandaag, met meer mensen uit de menswetenschappen aanwezig zouden zijn. Dus ik deel dat wel in dat opzicht. En ik denk ook dat er een openheid is om daar verder over na te denken. We zitten op een scharniermoment. Mm-hmm. Ja. Als dat het geval was geweest, meneer Torf, zou dan het beleid, zouden de voorstellen anders geweest zijn? Zou het beleid anders geweest zijn? Zouden we niet zoveel vrijheden hebben moeten opgeven om dat virus te bekampen? Dat weet ik niet. En ik wil toch nog eens herhalen dat het niet de bedoeling is om het proces te maken van bijvoorbeeld meneer Van Steenkisten of van het verleden. Maar die tekst is wel procesmakend. Hè? Wel, dat kan u niet in die tekst zitten een aantal kritieken, maar het grootste deel is een opbouwende oproep. En u kiest er nu het kritische analytische stuk uit, dat ook mag gemaakt worden. Ik vind dat we kritisch mogen zijn voor elkaar in alle hoffelijkheid, want dat missen we ook soms wel, de openheid van het gesprek. Maar ik zou iets anders willen zeggen, om direct op uw vraag te antwoorden. Zouden andere aspecten meer aan bod moeten gekomen zijn? Wel, misschien wel, en zeker vanaf nu. Bijvoorbeeld ook het puur juridische aspect, wat toch, want ik ben niet alleen kerkjurist, maar ook normaal jurist, al zie ik er zo niet uit. Maar ik wil in ieder geval zeggen, dat puur juridische moeten we ook fijner afwegen. De proportionaliteit van de maatregelen, in details gaan, zijn die maatregelen hier gepast en die niet. Bijvoorbeeld van het Amerikaanse Supreme Court, dat een paar dagen geleden een uitspraak heeft gedaan over de maatregelen die Joe Biden wilde nemen. Hij wilde namelijk bazen van fabrieken verplichten om mensen waar, om fabrieken waar minder dan 100 mensen waren, bedrijven waar meer dan 100 mensen waren, hun mensen te laten vaccineren. En daar heeft het Supreme Court op gezegd, wel, om dat helemaal zo ongenuanceerd te doen, dat is niet goed, dat is te bot. Aan de andere kant hebben ze dan weer gezegd, in de gezondheidszorg mag het dan weer wel. Dat soort genuanceerde analyses... Maar dat is toch niet aan de GEMS, dat is toch de politiek? U zegt dat zijn de voorstellen van Biden, maar dan is het al door de executive branch gegaan. Hè? Ja, maar het zou goed zijn... Heb je het gevoel dat er te veel bij jullie wordt gestoken, wat eigenlijk
Dat jullie meer de boodschapper waren, wat eigenlijk de politiek meer zou moeten geviseerd worden? In het begin, helemaal in het begin, dan denk ik dat je dat kon zeggen. Maar daarna niet meer. En zeker met de huidige regering is dat totaal niet. Nee, maar dat het Wintermanifest misschien te veel naar jullie kijkt. Ja, ik denk dat deels wel. Ik vind wel dat er zijn constructieve voorstellen geweest om het welbevinden meer in rekening te brengen. Maar die landen natuurlijk niet allemaal. Alleen, ik geef het voorbeeld van de kotbubbel bijvoorbeeld. Op een bepaald moment hebben we ook vanuit de psychologie en corona de werkgroep voorgesteld om bijvoorbeeld ook de volgorde in de vaccinaties om onder een bepaalde leeftijdsgrens niet af te dalen tot 18 jaar, stelselmatig, maar bijvoorbeeld onder de 40 jaar om iedereen random te gaan uitnodigen. Herinner u, dat was op het ogenblik dat de jongeren op kamp moesten gaan. Kampen zijn gesloten geweest, omdat ze als laatste aan de beurt kwamen. Dat voorstel hebben wij concreet op tafel gelegd. En ik denk wel dat over dergelijke voorstellen dat we soms een meer open debat konden gevoerd hebben. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de taskforce vaccinatie, met de politiek. Ja. Maar dat wordt allemaal wel wat ongenuanceerd op een hoopje gegooid, naar mijn gevoel. En het vizier zit op de gems. En ik denk dan, sorry, ja, maar wij staan in de modder met onze beide voeten. Maar twee dingen wat professor Torfs aanbrengt. Is dat ook niet het gevolg van wat dan in het manifest en bij de analyse de tunnelvisie en het groepsdenken wordt? Ik vind dat beledigend. Beledigend. Ja, echt wel, ja. Alsof dat wij daar enkel zitten als vakidioten die enkel kijken naar dat virus. Dat is niet waar. Maar je hoeft geen vakidioot te zijn om een tunnelvisie te hebben. Ik heb die waarschijnlijk ook op bepaalde dingen. Dat is geen verwijt. Ik pleit alleen voor een verbreding. En die dan is mijn vraag, zijn jullie het daarmee eens? Zou het in de toekomst, in onze weg naar het nieuwe normaal, niet nuttig zijn dat ook wat meer juristen, economisten, mensen die de jeugd beter kennen, mensen uit de cultuursector, maar dat die ook hun stem plus, krijgen? Kent u de GEMS Plus? Want dat is een afdeling die zich bezighoudt met vaccinatie, waar al die expertise ook aan boord is. Dus men weet dat niet altijd, maar over die zaken is er wel veel breder gediscussieerd geweest. Maar ik kan me inbeelden dat je toch af en toe ook gehoord bent vanuit uw functie, of is dat niet zo? Dat klopt inderdaad. We hebben vanuit onderwijs hebben we altijd in de overleg gewerkt. Meneer Van Ranst was daar eigenlijk nagenoeg altijd. Dus jullie hebben wel gehoord en dat werd wel meegepakt. Er werd zeker geluisterd. Of het altijd is kunnen meegepakt worden, dat is iets anders. En daar hadden we ook niet altijd zicht op. Maar bijvoorbeeld het appel dat we vooral doen is van op het moment dat er maatregelen komen en die moeten geïmplementeerd worden, is het misschien goed om die maatregelen, die implementatie daarvan, om dat samen met de mensen uit het veld te bespreken. Maar is dat niet iets voor Ben Weitz om met u maar samen te gaan? Dat gebeurde op die vergaderingen, daar zat de minister bij. Hij zat hier voor. Ja, maar daar werden die maatregelen niet concreet uitgewerkt. Dus dat is belangrijk. Een ander aspect is, want we hebben het hier en in het manifest ook vooral over wetenschappers en experten, maar bijvoorbeeld één ding die wij ook een kans vinden naar de toekomst toe. Dat is bijvoorbeeld als wij zien vanuit de CLB's, en vergeef mij dat ik voor vandaar spreek, want dat is mijn expertise. Voor uw expertise. Als ik zie dat wij eigenlijk actuele cijfers hebben als het gaat over welbevinden van leerlingen, over verontrustende thuissituaties, van over 1.200.000 kinderen, dat wij al in de eerste lockdown dan meteen eigenlijk de eerste weken al effecten zagen, dat die cijfers eigenlijk zelden de pers pikt die op, hè, waarvoor dank, maar waar dat we eigenlijk weinig respons van gevoeld hebben in maatregelen. Ik zeg wel gevoeld, ik gebruik het woord dat ik gebruik. Ja, meneer Van Ranst. Ik wil wel nog meegeven. Voor mij is dat eigenlijk een les die ik leer en die ik meeneem naar de toekomst toe. Voor mij is dat niet het proces maken van wat geweest is. Absoluut. Maar die cijfers zijn allemaal tot bij ons gekomen. Wij zijn als België een land waar er heel weinig schoolsluitingen zijn geweest in vergelijking met alle buurlanden. Ja. Dus daar is absoluut rekening mee gehouden. Maar de nare gevolgen van de noodzakelijke, onvermijdelijke nare gevolgen ervan, die worden nu niet op dat virus gestoken, die worden gestoken op een expertgroep. Maar ik vind het toch jammer, eerlijk gezegd, dat we weer over het verleden bezig zijn. Ja. Dat betreur ik verschrikkelijk. Het toekomst is moeilijk natuurlijk. Ja, nee, ik vind dat nog niet. Want de politiek wordt ook in de analyse meegenomen. Hè. Ja. Het is uiteindelijk wel de politiek die beslist om vrijheden op te geven ten voordele van de strijd tegen het virus. Kunt dat
de Gems misschien niet meteen. Nee, maar het is wel goed dat daar wordt over nagedacht en dat daar ook advies wordt over ingewonnen. En niet alleen over het puur virologische. Dus ook over inderdaad psychologie, cultuur en zo. Moet er advies gegeven worden vooraleer de politici moeten beslissen. Maar zijn er nu niet al heel veel advies? Wel, ik denk dat het met het oog op de toekomst, waarbij de immediate vragen op een gegeven moment moeten plaatsmaken voor een lange termijnvisie, dat we echt breder moeten gaan. Ook om de geloofwaardigheid van het hele systeem op te houden en iedereen bij de discussie jullie te trekken. Jullie stellen een echte interdisciplinaire adviesraad voor. En ook een publiek debat. Bijvoorbeeld een concreet voorstel dat ik echt zou willen doen. Waarom organiseert de VRT, de openbare omroep, niet geregeld echt debatten over de gehele coronapolitiek met alle aspecten, maar ook over deelgebieden, waarbij bijvoorbeeld medische experten met elkaar van gedachten kunnen wisselen over nieuwe bevindingen, waarbij bijvoorbeeld de rol van het onderwijs in detail kan worden besproken. U moet eens naar de zevende dag kijken. Maar nee, het gaat hier werkelijk, want dit debat is nu een debat dat eigenlijk gaat over de methodologie, en ik wil uw verdiensten niet minimaliseren, maar u moet nu ook niet overdrijven. Dat echte debat is er op dit moment op de VRT nog niet geweest. Ja. Misschien omdat er dat weinig wel, tijd was, maar laten dat we dat doen. Dat is wel, en we zitten eigenlijk ook opnieuw bij die analyse, ook een opmerking, dat tegenspraak weinig mogelijk is geweest. Ik wil de naam Lieven Allemans niet laten of toch laten vallen, maar dat is een voorbeeld van iemand die uit het debat is geweerd. Hè? Maar heel de kranten zijn volgeschreven over Lieven Allemans. Dus dat dat totaal geen plaats heeft gekregen. Maar hij is wel uit Stelevan gestapt. Ja, wel. Hij is daar zelf uitgestapt. Nee, dat is te gemakkelijk. Dat daar ben ik op dat ogenblik is het hervormd geweest, inderdaad. Ja. Maar ik ga helemaal akkoord natuurlijk. We zien in de jeugd, psychiatrie bijvoorbeeld, lange wachtlijsten. En ik denk dat het even belangrijk is om bijvoorbeeld een jongere die aan een eetproblematiek leed, om die directe zorg te kunnen bieden als het feit dat we niet covid-zorg uitstellen. Dat is bijvoorbeeld een thema, denk ik, die we weinig belicht hebben. We hebben inderdaad het medische daar meer in het vizier genomen. Naar debat toe, ik gisteren heb ik contact opgenomen met Tijl de Bie. Ja. Dus ik ben degene die... Dat vind ik uitstekend. Dus wij zijn open voor een constructief debat. Ja. Maar ik bedoel ook constructief, dan moeten we de toon ook toch wel wat aanpassen in functie van hetgene dat we daar lezen. Ik ben een enorme voorstander, meneer Van Rans, van hoffelijkheid in alle gesprekken. Ja, maar... maar wat hier wordt voorgesteld, is hè, een bredere groep, meer inwinnen van informatie, tevoren bekendmaken dat het publiek daar ook iets kan over zeggen. Is dat werkbaar, meneer Van Ranst? Voor vele van die dingen hebben we eigenlijk een parlement. Ja. Daar zitten ook mensen in die zelfs nog bovendien nog verkozen zijn ook, om ook zulke debatten mee te voeren. Ik denk dat dat ook te weinig is. Maar dat is waar. Maar is het werkbaar, sorry dat ik onderbreek, meneer Torf, om op een andere manier tot die adviezen te komen, dat die vroeger komen, met meer mensen worden besproken? Of zou het net vertragen? Op sommige momenten wel. Op andere momenten, als het spannend is, wanneer het spannend is, dan worden er geen manifesten geschreven. Ja, wanneer het minder spannend wordt, dan gaat dat allemaal wat vlotter. Maar wanneer het spannend is, dan kan je dat niet doen. Dan zegt de regering, we willen het advies morgen. Ja, u zei ons aan de telefoon, als het brandt, heb je brandweermannen nodig. Dan heb je een brandweerman. Maar het brandt niet continu. En we moeten ook stilaan overgaan naar een periode waarin we met dat virus zullen moeten leven en waarin ook alle andere aspecten aan bod moeten kunnen komen. U bent toch geen tegenstander bijvoorbeeld van een groot debat waarin ook mensen met andere wetenschappelijke inzichten of uit andere disciplines aan bod komen en waarin hoffelijk kan worden gedebatteerd. Hebben we ook al gedaan met de GEMS. De GEMS heeft dat zelf georganiseerd. Maar ik heb het nu niet over de GEMS. Ik heb het ook over het publieke debat. Het met, is ook, iedereen. Ja. Iedereen kon eraan werken. Maar het is ook, heel belangrijk dat we niemand verketteren en niemand laten vallen. Je voelt hoe in onze samenleving vandaag een grote vorm van polarisering aan het plaatsgrijpen is. En het manifest helpt daar niet echt aan. Wel, als dat uw mening is, laten we dan dat schijnbaar polariserende manifest gebruiken. Zegt u dan in debat gaan met antivaxxers? Wel, ook. Ook, ik ben persoonlijk absoluut geen antivaxxers, maar ook antivaxxers zijn ook mensen. We moeten met iedereen in debat gaan. Niemand mag zich uitgesloten voelen. Het risico dreigt te worden, zoals dat zowel in Frankrijk als in ons land op dit moment bezig is te gebeuren, dat de extreme partijen van extreem rechts en extreem links zich kanten tegen het regeringsbeleid. Dat geldt voor Macron in Frankrijk. We voelen dat ook bij ons komen in België. Laten we daar eens over nadenken. En laten we ook die mensen gewoon met open vizier tegemoet treden en niet verketteren. U wou ook reageren. Ja, ik wou eigenlijk nog een ander aspect binnenbrengen waarvan ik denk dat we nu aan toe zijn om daarover na te denken. Een van de dingen waar veel aandacht voor is en terecht is de leervertraging en de effecten daarop. Ja, want jullie schrijven
schrijven in jullie manifest. Ook dat is levensverkortend, ja. Alleen niet meteen. Ja, dus daarvan gaan we langdurige effecten hebben. En we vrezen dat vooral in de eerste plaats voor die kinderen die in kwetsbare situaties zitten, dat die impact zeer groot gaat zijn en misschien zelfs levenslang. En dat we dus weer een stapje achteruit zetten in de gelijke onderwijskansen. Maar wat is het alternatief? Ik denk dat het belangrijk is dat we nu daar de krachten bundelen, multidisciplinair vanuit alle sectoren en kinderen en jongeren niet loslaten. We weten, er is leervertraging, dat heeft effect op doorstroom naar hoger onderwijs. Hoe gaat hoger onderwijs daarmee omgaan? Gaan zij daarover nadenken? Dat misschien competenties en kennis nog niet verworven zijn of vaardigheden nog niet verworven zijn. De arbeidsmarkt, die jonge mensen die op de arbeidsmarkt komen, gaan misschien ook niet... Zal die impact werkelijk zo... Die impact kan zeer groot zijn en langdurig. Hè? Want dat betekent, als je bijvoorbeeld daardoor ongekwalificeerd uitstroomt, dan weten we dat dat impact heeft op inkomen, of dat heeft impact op toegang tot de arbeidsmarkt. We weten dat dat gezondheidseffecten heeft. Dus je krijgt eigenlijk een vicieuze cirkel. Lijkt u dat iets om daar op zijn minst meer rekening mee te houden? Er zijn heel wat dingen, ja, die nu naar boven komen, die al voor de pandemie eigenlijk een grondig debat vroegen. Ja? Kinderarmoede, leerachterstand, al die dingen. Misschien versterkt zijn door allerlei natuurlijk, ja, dit zijn nu gapende wonden geworden. Ja? Maar daar liggen maar de aandacht, kansen. Hopelijk, ja. Dat is het gouden randje van een pandemie. Sommige dingen kan over een aantal dingen wat makkelijker gaan praten. Sommige dingen zijn ook wel door de pandemie een probleem geworden, zoals, denk ik, de beperking van rechten en vrijheden, waar we toch moeten opletten dat dat geen structureel probleem wordt. Dat we niet op de duur mensen steeds sterker gaan controleren, de privacy beperken, en dat het nieuwe normaal dreigt te worden. Nee, daar moeten we enorm voor opletten. Maar daar ga ik ook mee akkoord. Ja. En ik denk dat we daar duidelijk een maatschappelijk debat, maar ook, denk ik, wetenschappelijk. En ik vraag me soms af, in het debat denk ik ook dat het belangrijk is dat wetenschappers kunnen constructief in overleg gaan met elkaar. Binnen de disciplines en ertussen. En daarnaast het maatschappelijke. Soms heb ik de indruk ook dat het debat gevoerd wordt op de sociale media. Terwijl ik denk van, oké, waarom kunnen we het debat niet waarom meer onderling... Waarom belt naar mij niet? Ja, waarom kunnen we niet onderling meer... Over tot slot, want we moeten afronden. Over sociale media gesproken, meneer Van Rans, nog een vraag voor u. Er staat nog een verwijzing in naar u, want er is een vraag als mogelijke oplossing naar een deontologische code. De experts moeten zich voor de duur van de pandemie afzijdig houden in het publieke debat. En dan denk ik dat het over uw tweets gaat. Ik zie dat totaal niet nodig. Nee, Mark, dan totaal niet. Het naam van het draagvlak, niet polariseren zelf. Totaal onzinnig. Nee, Mark heeft mij geblokkeerd op Twitter en had gedacht van zijn goede smaak. Ja. Tot slot, er wordt gepleit ook voor een roulement. En ik andere mensen aanzet. Ja. Misschien, meneer Van Steenkers, u zei het daarnet, ik zit al 2 jaar met mijn voeten in de modder. Misschien is het dus een moment aan de anderen om zich vuil te maken. Ik denk inderdaad dat zeker tot de opties behoort. Ja. Je ziet dat inderdaad de mensen in de Gems zich zeer sterk inzetten daarvoor. Op een bepaald ogenblik, denk ik, is het ook zo dat je soms andere dingen weer opnieuw wil gaan doen. Het valt mij ook soms op, bijvoorbeeld Luc Bonneux zegt dan vorige week, donderdag, ik wil niet in uw schoenen staan. En dat is een interessante uitspraak, want ik vraag me soms af hoeveel mensen dat er in ons schoenen willen komen staan. Maar ik denk wel dat een rotatiesysteem gezond zou zijn voor ons, denk ik, persoonlijk. Ja. Maar misschien ook wel ergens op dit moment interessant is naar het beleven. Ja, we zullen de schoenmaten eens bekijken en zien wat er mogelijk is. Absoluut. Dank u wel voor dit debat alvast. Ladies and gentlemen, please welcome the 45th President of the United States of America, Donald J. Trump. So we all knew that Joe Biden would be not so good, but few could have imagined that he would be such a disaster for this country, what they've done. Inflation is the worst it's been in 40 years. Gas prices are up 50%. The grocery shelves, the department store shelves, they're empty. And the polls show that if an election were held today, we would trounce them so badly in a landslide in every way. In
Ja, president Biden maakt er een zootje van. En in november, bij de tussentijdse verkiezingen, moeten we de democratische meerderheid in Washington breken. Gewezen Amerikaans president Trump gaf een toespraak in Florence in de staat Arizona. Strijdlustig zoals we hem al enkele jaren kennen. Björn Soenens, jij was daarbij. En nu bij het krieken van de dag klaar voor ons in Arizona. Om te beginnen, Björn, wat was eigenlijk het doel van die bijeenkomst? Wel, Donald Trump wou nog eens aan de wereld duidelijk maken, als het nog niet duidelijk was, dat zijn beweging niet is verdwenen. Er bestaat een misvatting ook in Vlaanderen. Ik hoor dat bij kijkers ook. Trump is verdwenen, dus de president is nu ex-president. Dus ook die Trump-aanhangers die verdwijnen terug in de coulissen. Wel, niets is minder waar. Zelfs na 2 afzettingsprocessen is die beweging springlevend en misschien nog sterker dan voorheen, omdat ze allemaal die waarheid voor hen, of voor ons de leugen, omarmen dat de verkiezing gestolen is. Ondanks het feit dat rechters hebben gezegd dat ze wel rechtmatig zijn verlopen. Ondanks het feit dat kiescolleges de uitslag hebben bekrachtigd. Maar dat Trumpisme is heel erg levend. En Donald Trump komt daarmee naar buiten op die rallies. En heeft vanavond, voor mij vanavond, een paar uur geleden, toch weer bevestigd en bekrachtigd dat hij nog altijd hele grote delen van het publiek achter zich heeft en nog altijd naar die rallies kan lokken, ook al is hij geen president op dit moment. Ik las dat hij het hele jaar door, tot aan die midterms van november, elke maand 2 rallies wil houden. Is dat nu wat zijn plan is, dit jaar in november die democratische meerderheid breken? Ja, dat is absoluut zijn plan. Hij is heer en meester in die partij. En al wie hem tegenzit of tegenspreekt over die gestolen verkiezing, die gaat eruit. Die mensen worden geïntimideerd. Je hoort van republikeinen die er nog zitten dat ze hun mond niet durven opentrekken, want anders krijgen ze een tegenkandidaat bij die tussentijdse verkiezingen aangesmeerd. Iemand die trouwer is aan Donald Trump. En Trump heeft onvoorstelbaar veel energie. We zagen dat ook bij de vorige verkiezingen. In die laatste week van november deed hij soms 2-3 staten per dag aan, met iedere keer een rally van 2 uur, waar hij dan onvermoeibaar staat te speechen en het publiek toe te spreken. Het is een spektakelman. Hij houdt van zijn publiek, hij houdt van showmanship. Hij kan dat ook. Dus hij zal alles eraan doen om zijn partij terug op de kaart te zetten en de meerderheid terug te schenken in november. Anderzijds, hij gaat nu blijkbaar voluit voor vaccineren tegen corona en daarmee strijkt hij toch een deel van zijn achterban tegen de haren, hè? Dat klopt, maar vanavond heb ik hem daar niet over gehoord. Hij heeft het wel al eens gedaan op een vorige rally, in een interview ook, maar hij zegt er meteen bij, ik wil de mensen niet verplichten. Hij heeft ook een strategische bedoeling natuurlijk, door de vaccins niet af te kraken, want hij zegt zelf dat hij de man is geweest die ervoor gezorgd heeft dat de vaccins zo vroeg zijn gekomen. En er was inderdaad een Operation Warp Speed vanuit het Witte Huis om die farmaceutica-giganten aan te sporen om sneller tot een vaccin te komen. Nu, dat zou ook gebeurd zijn zonder hem, want die farmabedrijven hadden de technologie in huis om snel zo'n vaccin te maken. Maar hij behoedt er zich voor om te zeggen dat het verplicht is, want de mensen, hun vrijheden worden afgepakt, zegt hij. Hun waardigheid wordt afgepakt, dat zei hij in die speech. En Joe Biden is voor hem dus een tiran die overal verplichtingen invoert voor bedrijven om te vaccineren. Maar gelukkig, zei Donald Trump, heb ik 3 rechters, goede conservatieve rechters, kunnen aanstellen in het Hoge Rechtshof die daar een stokje voor hebben gestoken. Ja. Nu, Biden zelf die heeft de voorbije anderhalve week zwaar uitgehaald naar Trump, naar aanleiding van de eerste herdenking van de aanval op het Capitool, 6 januari 2021. Hij zei dat was een aanval op de Amerikaanse democratie, zelfs een poging tot staatsgreep. Heeft Trump daarop geantwoord en wat was zijn antwoord? Hij heeft daarop geantwoord, maar hij zegt net het omgekeerde. Hij zegt, al die mensen die voor mij naar Washington kwamen, die geschokt waren over de verkiezingsuitslag en die afgepakte verkiezingsuitslag in zijn ogen en die van zijn aanhangers, die kwamen naar dat parlement om hun democratische recht uit te oefenen, om te zeggen, wij gaan niet akkoord, jullie moeten dit recht zetten. Dus hij ziet hen als vrijheidsstrijders, als echte patrioten. Hij had het over hun onmenselijke behandeling in de gevangenis, dat ze geen recht hebben op een eerlijk proces. Nu, die mensen krijgen wel een eerlijk proces met advocaten, die processen worden gevoerd. Maar hij zei er nog iets heel bijzonders bij, lieven. Hij zei, er zijn waarschijnlijk ook infiltranten geweest van FBI en andere politiediensten
die als provocateurs hebben opgetreden om de mensen binnen te laten en om dan zelf een beetje de boel op te schudden. Daar weten we niet of daar iets van aan is. Daarvoor is er een commissie in het leven geroepen, maar hij noemt die commissie zelf een heksenjacht, de zoveelste op hem na het hele Ruslandonderzoek. Hij zegt, het is onvoorstelbaar, ze willen al mijn mails lezen, mijn sms'en lezen en dat kan niet. Het is een on-Amerikaanse onderzoekscommissie die volledig partijdig is en dus ongeloofwaardig in zijn ogen. Heel kort, Björn, kunnen we nu al inschatten of Trump er in november kan inslagen om die democratische meerderheid te breken? Een zeer kort antwoord is, die kans is vrij groot dat die meerderheid gebroken wordt, want Biden heeft af te rekenen met onvoorstelbaar veel problemen. Grote inflatie, bevoorradingsproblemen, een krakkemikkige terugtocht uit Afghanistan. Het loopt allemaal een beetje fout, geen enkele wet geraakt nog door het parlement. Dus Biden heeft een archi slechte week achter de rug. En het ziet er niet goed uit om dat nog recht te zetten tegen november. Maar kijk, verkiezingen moeten altijd worden gehouden, dus we zullen zien in november. Oké, dankjewel Björn om zo vroeg voor ons op te staan. En je hele verslag van de rally zien we zometeen in het journaal. Ja, en zo getwijfeld nog meer Trump-nieuws uit de komende maanden ook hier. En van de breedspraak van Trump naar de kwetsbaarheid van onze podiumgast vandaag. Young Yellow rapt vanuit het hart. Een plaat vol verhalen uit het leven gegrepen, zoals deze Super Mario over Camilla, die ook maar wil wat ons allen toekomt, namelijk graag gezien worden. Op 30 april weten we of hij een Mia verdient, want door corona is dat muziekfeestje uitgesteld, hoor ik net. Ik zei daar straks nog. Februari. Maar hoe dan ook, dit is Young Yellow en Super Mario. Haar witte kat ligt op de kast, stiekem te kijken. Terwijl Camilla haar was, glad begint te strijken. Er speelt een film op televisie met Meryl Streep, die dat de leegte doorbreekt met een warm deken van romantiek. Toch wordt ze er plots eigenlijk wat bedroefd van. En zit ze dan alleen op een zolderkje in een hoekpan. Wie nu, ze komen wij nu weer in deze toestand. Maar toen ik het niet goed aan, is elke keer hetzelfde en ik word er echt zo moe van. Die mannen zijn niet trouw en toch eindig ik als de boeman. Ik wil wel blijven zoeken, maar er komt altijd gedoe van. Misschien is het niet toevallig, maar ligt het aan mij? En ben ik eigenlijk wel degelijk niet goed genoeg dan? Begrijp me niet verkeerd, het is niet dat ik ze goed praat, maar misschien zit er diep in mij dat uw gedrag toelaten. En ik ga stoppen met mijn toespraak, want wie zit er te wachten op een griet van 30 die tegen haar poes praat? Luistert 's morgens naar de radio. Ze lepelt cornflakes uit een kom. Hey, wachten op de prins in de witte cabrio. Ah, is allemaal minder makkelijk dan dat het klonk. We begin with breaking news, and Novak Djokovic has lost his appeal and will be deported. The orders of the court are, one, the amended application be dismissed with costs, such costs to be agreed or failing agreement assessed, two, reasons to be published at a later date.
Ja, die kosten zullen het minste van zijn zorgen zijn, neem ik aan. Maar toch wel game over voor Novak Djokovic. Geen Australian Open voor de Servische nummer 1 van de wereld. Dat heeft de rechter, u zag het, beslist en heeft daarmee een beslissing van de Australische minister van Migratie bevestigd. Die weigerde een visum aan Djokovic omdat de Serviër niet gevaccineerd is tegen corona en bovendien zijn inreispapieren niet correct had ingevuld. Evelien Masco in Australië, goeie avond daar. Verrassing of gewoon de bevestiging van wat iedereen verwacht had? Wel, de uitspraak van de rechtbank past natuurlijk wel helemaal in de lijn van het strenge grensbeleid dat Australië eigenlijk al altijd heeft gehanteerd, nog van voor de pandemie. En dat is iets waar de premier Scott Morrison vandaag ook nog maar eens heeft herhaald. Hè. De strenge grenscontroles hebben Australië de voorbije jaren relatief veilig gehouden van COVID. Al kennen we nu helaas wel, vooral in de oostelijke staten, een forse klim in de coronacijfers. Belangrijk om te weten is wel dat Djokovic niet de enige persoon gerelateerd aan de Australian Open is die terug naar huis is. Er zijn al een aantal mensen teruggestuurd ook, onder andere een vrouwelijke tennisser. En een andere persoon zou vrijwillig terug naar huis gekeerd zijn. Dus het is niet alleen Djokovic, ja. Maar het was wel natuurlijk het grootste verhaal. Dat is inderdaad wat onder de radar gebleven, dus interessant dat je dat zegt. Djokovic, heeft hij intussen gereageerd? Legt hij zich nu neer of moet hij zich neerleggen bij de beslissing? Ja, de rechtbank vandaag was, zoals het heet, voor een full court. Dus drie rechters hebben vandaag over zijn lot beslist. En blijkbaar is daar geen beroep meer tegen mogelijk. Hij heeft ook meteen bekendgemaakt dat hij, ik ga niet zeggen vrede nam met de beslissing, maar dat hij toch de beslissing zou respecteren. En intussen hebben we net vernomen dat hij op het vliegtuig al is gestapt, dus het land al heeft verlaten. En volgens de deportatieregels mag hij de komende 3 jaar het land niet meer in, wat natuurlijk voor zijn tenniscarrière een zware streep door de rekening zal zijn ook. Ja, inderdaad. En de Australiërs zelf, zijn er al reacties, zeggen die opgeruimd staat, netjes, de regels zijn voor iedereen, of is dat koren op de molen van mensen die kritisch zijn tegenover het coronabeleid? Wel, de reacties zijn, zoals wel vaker, natuurlijk gemengd. Inderdaad, zoals je zegt, iedereen gelijk voor de wet. Dat is nu vandaag nog maar eens gebleken. Je moet ook weten, niet alleen de grenzen met het buitenland zijn heel streng bewaakt, maar ook zelfs tussen de deelstaten binnen Australië is reizen niet zo eenvoudig geweest al de voorbije 2 jaren. Iemand van pakweg Victoria, waar de Australian Open nu plaatsvindt, die kan al 2 jaar lang niet zomaar vrij reizen naar bijvoorbeeld West-Australië. Dus dat heeft voor veel families ook een zware persoonlijke tol gekend. Andere mensen zeggen, dit was een pure verkwisting van ons belastinggeld en kunnen we ons nu alstublieft met de echt belangrijke zaken gaan bezighouden. Vooral met de volle ziekenhuizen, ja. Lege winkelrekken en misschien ook het tennis. Ja, wel, daar gaan wij ook doen, want we hebben daarvoor Dirk Herlo, onze tenniskenner, aan tafel uitgenodigd. Dankjewel, Evelien Masco, voor die eerste toelichting. Ja, perfecte voorzet. Dag Dirk. Hoi. Was het voor jou een verrassing eigenlijk het vonnis vandaag? Nee, niet echt meer. Ik heb ook een beetje de Australische media gevolgd de voorbije dagen. En daaruit had ik al begrepen dat rechtbanken nogal weigerachtig staan tegenover het nog eens herroepen van dat visum dat hij dan een eerste keer dan wel had gekregen. Zeker als dat gebeurt door iemand die ze dan een elected official noemen. Met andere woorden, nu was het de minister van Immigratie, ja. Alexander Hawke, die had gezegd van het wordt geweigerd. Dus de tendens was eigenlijk al van nee, dit komt niet meer goed voor Novak Djokovic. Het is wel heel impactvol, hij wordt het ook zeggen. Hè. Voor 3 jaar mag je eigenlijk dat land niet meer binnen. Er zou nog mogelijk zo over gesproken kunnen worden, heb ik ook al begrepen. Ja, wat, kan jij dat nu al, het is natuurlijk vers, al inschatten wat de impact daarvoor is, wat dat betekent nu voor Djokovic? Voor Djokovic, als je gewoon al naar het tennisseizoen kijkt, dan wordt het een heel moeilijk jaar natuurlijk. Want niet vergeten, hij ging in Australië voor zijn 10e overwinning daar. Voor een 21ste Grand Slam titel. Daarmee zou hij alleen recordhouder zijn geworden. Dat valt nu al weg. Maar natuurlijk de komende maanden, Roland Garros, Wimbledon, US Open,
evenveel problemen natuurlijk. We hebben hier niemand precedent. Niemand is even streng als Australië, toch? Ja, maar ik heb begrepen... ik moet niet herinneren wat president Macron heeft gezegd in Frankrijk. Hij wil iedereen die niet gevaccineerd is gaan pesten. Nu, daar zou hij in een strikte bubbel wel kunnen leven en kunnen tennissen. Met heel veel PCR-controles, dat wel. Maar ja, de vraag is ook, hoe gaat hij het doen in de voorbereidingstoernooien? Straks hebben we al de toernooien van Indian Wells en Miami. Vaccinatieverplichting, dus normaal kan hij die niet spelen. Als Want een land is, kan misschien minder streng zijn dan het toernooi zelf. Kunnen toernooien zelf beslissen van, we zijn strenger? Ja, maar neem nu bijvoorbeeld ook Wimbledon, dat er daarna aankomt. Daar, om het land binnen te geraken, moet je gevaccineerd zijn, ofwel moet je eerst een negatieve PCR-test doen, 2 dagen voor je het land binnenkomt, en dan word je geconfronteerd met een quarantaine van een aantal dagen. Dus ook daar is de voorbereiding dan weer niet ideaal. Ja. Als je dan naar de US Open gaat, ook daar, New York, daar heb je vaccinatieverplichting. En stel dat hij dan toch nog via een of andere uitzondering daar aan de start kan komen, dan zit je met nog een ander probleem, namelijk in New York zelf mag je, als je niet gevaccineerd bent, niet indoor tennissen. Het regent vaak in die periode, eind augustus, begin september. Er is een dak boven het centercourt, boven baan nummer 2. Stel dat het regent op het moment dat Djokovic moet spelen, ja, dan kan hij gewoon indoor niet spelen. Dus de problemen zijn gigantisch groot. En niet vergeten, hij is intussen ook wel al 34. Stel, 3 jaar niet in Australië. Stel, dit seizoen is na de knoppen. Kan dat zijn carrière eigenlijk knakken? Ja, dat zou absoluut kunnen. En niet vergeten, ja, ook een tennisser heeft wedstrijdritme nodig. Je moet wedstrijden kunnen spelen op het allerhoogste niveau. Je ziet, als je die routine niet meer hebt, ja, dan word je een makkelijkere prooi voor de tegenstander. Alles speelt eigenlijk een beetje in zijn nadeel op dit moment. Misschien zal hij naar Boris Becker luisteren en zich misschien toch nog laten vaccineren. Die heeft daarvoor gepleit, ja. Heeft hij zich alvast niet populairder op gemaakt bij zijn collega's? Hè? Dat konden we van de week al in een aantal interviews zien. Hè? Has been playing with by his own rules and has been doing something that not many players had the guts to go and do. No one would have really thought, you know, I can just come to Australia unvaccinated and not having to follow the protocols that they gave me. A very small percentage chose to follow their own way, which kind of makes the rest look like they're all fools or something. Australian Open is much more important than any player. So if he's playing finally okay, if he's not playing, Australian Open will be a great Australian Open with or without him. Wordt het een great Australian Open? Kan de Australian Open zonder Djokovic of net wel? Ik vind het eigenlijk wel een mokerslag voor het toernooi. Hè. Je hebt iemand die daar dan voor de 10e keer kan winnen, die op 21 Grand Slams kan komen, Federer, Nadal 20. Dus dat valt al weg. Dus een belangrijke aantrekkingspool is plots weggevallen. En stel je nu voor, je bent de nummer 2, de nummer 3, de nummer 4 op de wereldranglijst, een Medvedev, een Tsitsipas, een Zverev. Ja, die mannen krijgen nu de kans om een Grand Slam te winnen, maar... Ja, dan wil je toch wel winnen tegen de nummer 1 op de wereldranglijst. Vind jij dan denk dat ik voor het prestige. Waarde zou hebben nu als het. Ja, als je over een paar jaar kijkt naar de rankings en daar staat winnaar Australian Open, Medvedev of Zverev, dan gaat niet iedereen meteen denken: ah ja, dat was het jaar dat Djokovic er niet bij was. Maar puur persoonlijk denk ik dan: als je de beste van de beste wil zijn, ja, dan wil je wel die nummer 1 op de wereldranglijst verslaan, denk ik. Wat te verwachten van de Belgen? Wat te verwachten van de Belgen? Ik heb nu net vernomen, David Goffin, toch de man die het mannentennis de jongste jaren eigenlijk wel klank en kleur heeft gegeven, ja, heeft moeten opgeven in Sydney, toernooi daar, tweede ronde. Knieproblemen, ja. En dan knieproblemen. Ik heb nu begrepen dat hij heeft een MRI laten nemen, alles is achter de rug, dus hij zou fit kunnen zijn. Maar hij heeft al wel een moeilijke eerste ronde. Gaat dat weer mentaal spelen? We weten, bij David Goffin hangt het mentale en het fysieke echt wel nauw samen. Dus hij gaat echt een paar goede toernooien nodig hebben. En hij is belangrijk voor het Belgische tennis. Als hij er niet is, ja, dan hebben we niemand in de top 100. Dus dat is echt wel heel jammer. Maar wat met Elise Mertens? Ja, Elise Enkel en ook een nieuwe dubbelpartner?
Ja, Kudermetova in het dubbelspel. Maar je moet altijd kijken, ja, ook voor de spelers, het enkelspel is en blijft belangrijker dan het dubbelspel. Elise Mertens... Zij is ook ambitieus op enkel, hè? Ja, absoluut. Ze staat nu niet meer in de top 20, 25, 26 op dit moment. Ze wil weer terug richting top 15. Ze heeft een heel goede beslissing genomen. Lang samengewerkt met haar vriend, coach Robbe Gijsens. Nu met de broer van David Goffin, met Simon Goffin, is een jonge, ambitieuze coach die haar wat aanvallender wil doen tennissen. Maar natuurlijk, je zit met Elise Mertens, heeft jarenlang toch wel vastgehouden aan redelijk defensief tennis. Ik vraag me soms af, kan je die knop weer omdraaien in je hoofd van nee, ik moet meer aanvallend gaan tennissen, ik moet meer dat net gaan opzoeken. Merken. Dus dat gaan we nu zien. Maar Elise Mertens is een vaste waarde. Ze heeft de jongste jaren overal 8e finale, 3e ronde op Grand Slams gespeeld. We mogen blij zijn dat we zo iemand hebben natuurlijk. En hopen dat ze het zo goed mogelijk doet. Dankjewel Dirk Gerlo voor die toelichting. En dus inderdaad, morgen start de Australian Open. Sowieso een toptoernooi, zelfs zonder de nummer 1 Djokovic. En daarmee zijn wij klaar. Helemaal klaar ook voor het 1 uur journaal. Intussen heeft Ferre Windij, groenvoorzitter Meirem Almaty, uitgeleide gedaan. En dat herinnert mij eraan. Stuur ons zeker uw vragen over de energiefactuur door. Zodra de regering iets heeft beslist, leggen we die graag voor aan onze politici. En ook de Ombudsman voor Energie houdt zich beschikbaar de komende zondagen. Alles is welkom op de zevendedag@1.be. En vergeet ook uw naam en telefoonnummer niet. En morgen is het dus Blue Monday en start ook de campagne 30 dagen zonder klagen. Laten we dus van de week extra oog hebben voor elkaar. En graag tot volgende zondag. Dag. Dag. Wat zijn uw tips om te besparen op energie? Wel, ik denk dat op dit moment in alle eerlijkheid, ze zijn zo ontploft. Dus de overheid moet daar verantwoordelijkheid nemen. Dus de belangrijkste tip is misschien politici een schop onder hun gat geven om iets te doen. Ik heb vandaag mijn oproep gedaan. Zijn er nog andere goede voornemens die u zichzelf heeft voorgenomen? Ik wil iedereen de beste wensen geven voor het komende jaar. Als het dan gaat over politiek, dan denk ik dat het belangrijk is dat we samen oplossingen zoeken. Dat heb ik nog alles gehoord, denk ik dan, maar het is daarom geen slecht voornemen. Het is daarom geen slecht voornemen. Ook voor u, gelukkig nieuwjaar. De uitgang is straks daar. Tot de volgende. Dag. Dag.